is altijd zo spannend. Ik weet nooit of het werkt. Dat is echt vreselijk. Ik zie verandering. Ik zie... Hey! Ik ben live. Boys and girls. Oké, het kan zijn dat wanneer jij dit kijkt, dat het niet meer live is. En dat je denkt, oh my gosh, ik ben de kans misgelopen. Een Adopt Me Pet te winnen. Nee, zeker niet. Ik heb er zoveel die ik ga weggeven. Dat de kans zelfs heel groot is dat al kijk je dit een paar weken nadat het live is. Dat je of via deze stream slash video nog kans kunt maken. Of in die van de volgende. Want ik probeer dit iedere 1 à 2 weken een keer te doen. Ik heb heel veel Adopt Me Pets. En laat ik gelijk eerlijk zijn. Ik heb dit aan jullie te danken. Oké? Ik speel Adopt Me. People all around me are giving me free pets. Ik weet niet waarom. Misschien hebben ze het er te veel of... Ik weet het serieus niet. Maar ik heb het ook niet over gewoon een hondje of een katje. Waar niks mis mee is, maar meer van... Ik heb het over een unicorn. En ook niet zomaar een unicorn. Een unicorn waar je op kunt rijden. Ja, ik ga deze weggeven. De kans dat ik deze vandaag weggeef is heel groot. Maar er is meer. Ik heb namelijk ook een Frost Dragon. En deze... Oh, het gaat wel even pijn doen aan mijn hart om deze weg te geven. Alleen doe ik het met liefde. Ik bedoel, ik heb deze van iemand gekregen... Ik vind dat één van jullie hem verdient. Maar dan komen we nu op het punt. Hoe kun je kans maken om deze pets te winnen? Het is heel simpel. Het staat ook in beeld aangegeven. Je liked deze livestream waar je nu naar aan het kijken bent. Je abonneert op mijn YouTube kanaal. En die twee dingen zijn zeer belangrijk. En je zorgt ervoor dat je mij toevoegt als vriend op Roblox. Oké? Ik heb hier beneden mijn naam neergezet. Het staat ook nog in de beschrijving. Het is DutchTuber met 6 R'en. Heel veel mensen zullen denken, Job, dat is toch niet jouw echte Roblox-account? Jawel, dat was ooit mijn undercover Roblox-account. Totdat ik een keer hartstikke leuk ging livestreamen en helemaal niet door had dat ik op dat account zat. En toen was iedereen zo van, Job heeft een tweede account! En ja, sindsdien weet iedereen het. En heb ik er dus maar gewoon voor gekozen om het als een soort van livestream-account te gebruiken, I guess. Hartstikke leuk. Ik heb oprecht veel zin in. Ik vind het echt heel leuk om live te zijn. Live zijn is een van mijn favoriete bezigheden. Als ik Adopt Me speel. Ik bedoel, ik vind het zo leuk. Want er zijn dan mensen die de livestream checken. En ondertussen in Adopt Me naar mij toe komen. Nou, dat vind ik amazing. Ik vind het hartstikke leuk. Ik ga eerst, en dat is dan toch misschien even het mindere, dames en heren, van livestreamen. Ja, weet je wat het is? Als ik live ben, dan moet ik het een en ander klaarzetten. En het meeste doe ik van tevoren. Maar het kan niet allemaal. Dus sommige dingen moet ik dan toch in de livestream eventjes doen. In ieder geval, laat me dit dus nog één keer heel duidelijk maken. Want ik weet dat ik anders een hoop teleurgestelde mensen ga hebben. Stel voor, jij checkt dit wanneer ik niet meer live ben. Oké? Stel voor, je kijkt dit op een maandag, een dinsdag, whatsoever. Ik ben niet meer live. Maak je dan geen zorgen. Oké? Alles wat in beeld staat, geldt nog steeds. Liken plus abonneren is kans maken op mijn Roblox pet. Maar het is heel belangrijk dat als je hebt geliked en geabonneerd, dat je mij dus ook even toevoegt op mijn Roblox account. Want als je dat niet doet en je hebt gewonnen, dan weet ik niet wie je bent. Oké? Maar ik ga je natuurlijk wel vragen om te laten zien dat je geabonneerd bent en dat je geliked hebt. Dus het is heel belangrijk dat je die twee stappen sowieso voltooit. Want alleen mensen die geabonneerd zijn en die geliked hebben, maken kans op een van mijn Adopt Me pets. Dus dat zijn een soort van de belangrijkste dingen. Nou, er is gewoon nu al iemand die mij heeft gevonden. Love. Mr. Love, hoe je ook heet. Ik ga jou verrassen. Dit is eigenlijk normaal niet hoe ik het doe. Maar ik ben zo blij dat ik nu al iemand tref. Jij krijgt van mij een zeldzaam hondje. Alsjeblieft. En omdat ik in een hele goede bui ben. En omdat ik jou er hartstikke stoer vind uitzien, ben ik nog niet klaar. Ik ga naar mijn backpack toe. En ik geef jou, nou zullen we maar even gek doen. Zullen we even een aapje geven. En ik geef jou, kablam, een aapje. En een wijsgezegde luidt, 3 keer is scheepsrecht. We hebben 2 pets gegeven, dus we zijn nog steeds niet klaar. Hij zegt, oh my gosh, we zijn nog steeds niet klaar. Oké, weet je, laten we dat als eerste challenge maken. Iedereen die mij op dit moment in Adopt Me vindt, krijgt van mij een pet. Oké? Dus als je mij treft en je loopt naar mij toe. Oké, laat ik dit wel zeggen. Als er te veel mensen komen, kan dat niet. Hè? Voordat ik zo meteen boos word aangekeken omdat het niet lukt. En ik geef jou een ratje. Zo, ik heb jou een rat, een aapje en een zeldzame hond gegeven. Ik hoop dat jij daar hartstikke blij mee bent. Nou, voor de mensen die net zijn komen intunen. Mijn naam is DutchTuber. Ik hou van Roblox. Ik hou van Adopt Me. En bovenal hou ik ervan om mensen blij te kunnen maken. En ik ga het nog één keer zeggen. Deze pets heb ik niet aan mijzelf te danken. Deze pets heb ik allemaal te danken aan jullie. Aan de opperbazen. Waarvan er een aantal waren die tegen mij zeiden. Job, ik heb gewoon zoveel Adopt Me pets.
Ik zou het heel leuk vinden om er iemand blij mee te kunnen maken. En die hebben mij als een soort van verlengkabel gebruikt om zo bij een ander te komen die heel graag een pet wou winnen. Nou, hoe moet je dat zien? Ik speel Adopt Me zoals ik dat nu doe in deze livestream. Er zijn mensen met pets die ze niet meer hoeven of die ze gewoon graag aan een ander willen geven omdat ze er genoeg hebben. Ze geven die pets aan mij en ik geef ze vervolgens weg aan mensen die geabonneerd zijn, hebben geliked en mij hebben toegevoegd op Roblox. En op die manier zorg ik ervoor, samen met jullie, dat mensen die bijvoorbeeld heel graag een zeldzame pet willen, zoals waar ik nu bijvoorbeeld op zit, hè, de Frost Dragon, de Unicorn, noem het maar op, dat ook die mensen kans krijgen op een pet. Want ik weet als de beste hoe vervelend het is om een pet te willen hebben die bijna niet te krijgen is. Want believe me als ik zeg dat ik er zo lang voor heb moeten strijden om die Unicorn te krijgen. En zelfs nu vind ik eigenlijk niet eens dat hij van mij is. Want ik heb hem immers van iemand gekregen. Waar is mijn unicorn? Oh my gosh, ik dacht heel even dat ik hem had weggegeven. Dat was namelijk niet de bedoeling. Ik heb hier trouwens, dit is denk ik een van mijn favorieten. Ik heb deze in de vorige livestream gekregen. Het is een gouden rat. Nou, dat is natuurlijk hartstikke cute. Hij heeft gouden oortjes. Hij heeft een goudstaartje. Ik vind hem superleuk. Ik zie dat er al een aantal mensen bij mij zijn. Nou, ik maakte net de belofte dat de mensen die bij mij zijn, dat ik die iets ga geven. Dus eerst dat meisje met het duivelse staartje, die ga ik iets geven. En dat is een struisvogel. Dan hebben wij hier iemand op een neonhond. En die krijgt van mij ook een pet. En dat is, nou, zullen we het even een beetje opkrikken? Oh, heb ik nou ook een pet gekregen? Oh! Ik heb een bever gekregen! Nou, weet je, ik heb nog nooit eerder een bever gehad, maar dan geven we die nu gelijk weer weg. Het leuke is trouwens, voordat ik het vergeet te zeggen, er zijn zoveel mensen die soms denken van, Job, je bent nu alweer 2 weken niet live geweest. Je houdt de pets voor jezelf, hè? Nee. Oké? Al ben ik een maand niet live geweest, ik beloof jullie, oké? Dit is een belofte van mij naar jullie. Ik geef iedere pet in Adopt Me weg, die op dit account staat. Ik heb ook een ander account. Oh my gosh! We hebben de duivelse Dutchtuber. Oh, jij verdient echt een... Jij gaat een zieke pet krijgen van mij. Niet letterlijk een zieke pet die de griep heeft of zo. Maar meer van, jij gaat een epische krijgen. Jij krijgt van mij... Nou, zullen we gek doen? Jij krijgt van mij de business monkey, Joris. Alsjeblieft, je hebt hem van mij gekregen. Het business aapje is een van de zeldzamere pets in Roblox. 1, omdat de aapjes niet meer te krijgen zijn. En 2, toen ze nog te krijgen waren, had je voor het business aapje allemaal speciale items nodig. Dus meestal was je dan echt duizenden Robux kwijt voordat je die kon krijgen. Oké, ik ga wat speciaals doen. Ik ga nu in Adopt Me de mogelijkheid geven aan iedereen in het spel om met mij te ruilen. En laat me dit dus nog een keer duidelijk benadrukken. Als jij een pet hebt die je eigenlijk niet meer hoeft, of je hebt items die je eigenlijk niet meer hoeft, dan mag je ze dus aan mij geven. Maar ik hou ze niet zelf. Want zoals ik nu in de eerste 10 minuten van deze livestream heb gedaan, 10, 15 pets weggeven, dat blijf ik doen. Oké, dus alles wat ik krijg in Adopt Me geef ik weg aan mensen die, en luister goed, hebben geliked. Kun je hier beneden doen. En zijn geabonneerd. Ook dat kan je hier beneden doen. Oké, daar gaan we. Wie kan met mij ruilen? Iedereen kan met mij ruilen. En kijk, Joris hier met zijn aapie. Hij is er blij mee. Oké, ik ben benieuwd wie als allereerst met mij wilt ruilen. Het is dus niet de bedoeling dat ik nu aan deze mensen tijdens een rail pets weggeef. De mensen die pets winnen zijn echte mensen die ik als vriend ga accepteren in Roblox. En die ik in mijn privé server uitnodig. Hè? Want veel mensen weten het niet. Maar ik heb mijn eigen Adopt Me privé server. En iedereen die ik als vriend toevoeg, die mag daar altijd 24/7 in spelen. Dus ook als ik er niet ben, als ik aan het opnemen ben, op maandag tot en met zondag, mag jij, als je dus een pet van mij hebt gewonnen, ook in mijn privé Adopt Me server. Dat is hartstikke leuk, ben je daar misschien alleen of met mij. Oké, there we go. Wat wil deze jongeman of jonge dame met mij ruilen? Nou, weet je, ik ben in een goede... dat is een leuk autootje. Nou, weet je, ik wou het net zeggen, ik ben in een goede bui. Jij krijgt van mij een prachtig mooie rode panda. En again, het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik nu al dingen zou... Oh my gosh! The dragon! Oké, luister, ik heb deze nog nooit gekregen. Ik weet dat hij hem niet aan mij gaat geven, want dit is de zeldzaamste pet in heel Adopt Me. Er is letterlijk niemand die aan mij gaat geven of überhaupt weg gaat geven. Maar het was wel een zieke pet. Zeg maar, dat heb ik heel vaak als ik Adopt Me speel. Dan doen mensen alsof ze willen ruilen. Maar eigenlijk willen ze gewoon even flexen met de pets die ze hebben. Oké, hier hebben we iemand met een aapje. Nou, weet je, het ding is, ik vind aapjes hartstikke leuk. Voor iedereen die mij dus nu een ruilverzoek stuurt, geef mij alleen iets als je het kan missen. Oké?
Ah, dankjewel. Je bent een beest. En om nu gelijk even aan te tonen dat ik daadwerkelijk alles weggeef wat ik krijg. Ik heb hier een meisje met paars haar. Ik vind paars haar mooi. En 3, 2, 1, kablam. Ik heb jou het aapje gegeven. Wat ik net van iemand kreeg. Nou, zo gaat het dus een beetje. Ik krijg dingen en ik geef ze weg aan jullie. De mensen die geliked hebben en die geabonneerd zijn. Alright, wat is de volgende persoon van plannen met mij gedurende een rel? Ik ben heel benieuwd. Oh my gosh. Dat is een sportauto, dames en heren. Die is... Oh, wacht even. Deze persoon is aan het flexen. Ik herken een flex als ik hem zie, bro. Ik herken een flex als ik hem zie. Pikachu. Hij heeft een Pikachu genoemd. Oh ja, ik wist het dat hij het niet ging doen. Nou, wil je me wat geven? Want als een rail te lang duurt, dan druk ik op decline en dan hou ik ermee op. Ik ken deze naam. Only Dina is geloof ik iemand die er heel vaak bij is. En die mij geloof ik ook door tijds best wel veel pads heeft gegeven. Ik denk letterlijk dat we de boel aan het crashen zijn. Ik merkte dat ik net op accept drukte tijdens een relverzoek en dat er niets gebeurde. Dus we gaan te lekker. Oh my gosh, Lexi de Kikker en de Choo Choo Train. Deze trein is best wel uniek. Hij is namelijk te krijgen uit een cadeautje. Het is het allerzeldzaamste wat je kunt krijgen uit een cadeautje. En op dit moment is die niet meer te krijgen. Dus als ik dit krijg... Ja, hij gaat het natuurlijk niet geven. Hij of zij. Again, dit... Wat? Oh my gosh. Oké, again. Ik blijf het herhalen. Geef mij alleen dingen in Adopt Me... Als je ze kunt missen en als je ze wilt missen, oké? Ik verplicht niemand ergens toe. En onthoud, als je mij iets geeft, hou ik het niet zelf. Ik geef het weg aan mensen die mijn livestream checken en die dus gelijk hebben geabonneerd zijn. Maar wat? Oké, wacht even. Dit is een ding. Dit is een ding. Ik ga even het ruilen uitzetten. Want ik ben zo excited dat ik even met heel team opperbaas, met team DutchTuber in de Choo Choo Train wil zitten. Een wolf. Die is sick. Heb ik nooit eerder een wolf? Ik denk dat ik nooit eerder een wolf heb gezien in Adopt Me. Nou, in ieder geval, ik ga de Choo Choo Trainer bijpakken, dames en heren. Oh, nee, ik kan hem hier niet spannen. Je hebt daar ruimte voor nodig. Dus ik moet even kijken of ik een plek kan vinden. Oh my gosh, kijk dan. Oh, dit is... Oké, weet je wat? Ik ben in een hyper goede bui. Ik weet niet of dat mogelijk is, een hyper goede bui. Maar ik ga deze trein weggeven. En wel nu. En weet je wat? Ik wil er even een... Weet je, we maken er een pakketje van. Oké? Het allereerste weggeefpakketje. Wat zit erin? Er zit in een Choo Choo Train. De meest legendarische voertuig in heel Adopt Me. Er zit in een kikker. Een ultra rare kikker. En er zit in een plunger grappling hook. Dat is een heel zeldzaam item. Een ultra. Dus dan heb je een item, een pad en een voertuig. Dat is het allereerste pakket wat ik ga weggeven. Hoe maak je daar kans op? Heel simpel. Spam in de chat van de livestream zoveel mogelijk. Da-da-da-da-da-da-da. Het maakt me niet uit wat je spamt. Oké, al zijn het emojis, al zijn het woorden, al zijn het letters. I don't care. Gewoon overload de chat. Hè? Spam zoveel dat YouTube denkt, oh, ik kan niet meer. Dat is één. Nummer twee, like de livestream. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, like de livestream. En als allerlaatste, de laatste twee stappen, abonneer en voeg mij toe op Roblox. Ik ga namelijk nu tussen mijn vriendschapsverzoeken kijken. En ik ga iemand de Choo Choo Train, Lexi de Kikker en een Ultra Plunger weggeven. Dat is het allereerste winpakket, dames en heren. Het is nog niet het allergrootste wat ik ga weggeven, want ik weet waar jullie op aan het loeren zijn. Ja, het is logisch, want ik zou dat ook doen, namelijk de Unicorn. Ik ga jullie wel een beetje teleurstellen, de Frost Dragon geef ik vandaag niet weg. Daar gaat een veel grotere winactie omheen gehouden worden. Omdat ik daar echt iedereen de kans op wil geven. Ook de mensen die nu misschien niet bij de livestream zijn. Maar mijn unicorn, wat ook ongetwijfeld een van de zeldzaamste pets is in heel Adopt Me. Die gaat er vandaag uit. Naar één van jullie. Jij daar, achter je computer, achter je laptop, achter je tablet, telefoon. Jij kan over een uurtje, over een half uurtje, misschien wel over 5 minuten in het bezit zijn van de unicorn. En hij kan dus ook nog eens rijden. Wat inhoudt dat hij dus eigenlijk 150 Robux duurder is. Of meer waard is. Want voordat je een pet kunt laten rijden, moet je hem een potion geven. En die dingen kosten 150 Robux. Oké. Ah, ik ben zo excited. Ik geef jullie nog even een paar minuten. Ik zie dat de chat weer iets aan het verlangzamen is. Ik hou jullie in de gaten. Hè. Blijf lekker spammen. Blijf doorgaan. Want over een paar minuten ga ik iemand uitnodigen in mijn privé server. Om het allereerste winpakket te overhandigen. Oké. Nou, wat gaan we doen? Ik ga op dit moment mijn relverzoeken weer aanzetten.
Wat dus inhoudt dat iedereen weer met mij kan ruilen. Wat ik net ook deed. En toen heb ik een choo-choo train, een kikker en ik geloof van alles gekregen. Dus mensen kunnen nu weer met mij ruilen. Oké, de eerste persoon. Wat heb jij in de aanbieding? Ik vind het nog steeds een leuk autootje. Ik weet het, het is niet het zeldzaamste van allemaal. Maar het ding is, we zijn natuurlijk ook niet alleen maar op zoek naar zeldzaamheden. We vinden het gewoon leuk om dingen te krijgen. Alleen als een ruilverzoek te lang duurt, dan kap ik hem af. Want ik weet dat er best wel veel mensen willen ruilen. En ik wil iedereen een eerlijke kans geven om dat te doen. Ik denk dat de mensen die hier nu om mij heen rennen in de server, dat ik die ook wat ga weggeven. Ik bedoel, ik vind dat die dat wel verdienen. Ik zoek eigenlijk even iets speciaals. Het liefst, oh my gosh! Een L die neon is, die kan vliegen en rijden. Zoiets sicks heb ik nog nooit gezien. Hij gaat dit nooit weggeven. Hij of zij gaat dit nooit weggeven. Als dit gebeurt, spring ik letterlijk een gat in de lucht. Oké, oh my gosh, de bananencar. Oké, dat is ook een legendary. Heel lastig te krijgen. Een beetje hetzelfde als de choo-choo train. Ik denk dat die ongeveer even zeldzaam zijn. Oké, ik ga het nog één keer proberen, maar ik denk dat deze persoon hier alleen even is om te flexen. That's just it. Oké, het tweede winpakket wordt gecreëerd. En iets wat daar deel van uitmaakt is dus de bananencar. Dit is echt sick. Ik ben zo blij gewoon dat er mensen zijn die dingen weg willen geven in Adopt Me. Eigenlijk aan jullie. Want dat is indirect wat al deze mensen op dit moment doen. Ik weet het, ze geven het aan mij. Maar ik heb al vanaf het begin af aan van de livestream heb ik gezegd, alles wat ik krijg geef ik ook weer weg. Dus eigenlijk zijn het gewoon mensen die hun pets willen uitdelen. En ik vind het super cute. We hebben hier een Garfield kat. Oh, zo cute. Oh, wil jij die winnen? Spam het in de comments. Ja, nee, Garfield is echt super schattig. Dit is een business monkey die kan rijden. Ik heb vandaag een business monkey weggegeven, maar die kon niet rijden. Dus deze is nog stukken zeldzamer dan die. Oh my gosh, je weet ook gewoon wanneer mensen geen zin hebben om te ruilen en alleen even willen pochen. Ben je het vogelbekdier? Oh my gosh, that's amazing. Ik hou van Perry het vogelbekdier. Ik hou sowieso van Phineas of Ferb. That's amazing. Oké, deze persoon wil mij 3 ultra rare pets weggeven. Dat gaat sowieso niet gebeuren. Oké, ik ga mijn railverzoek even uitzetten. Het wordt nu echt gestoord. En ik weet dat er een hoop mensen zijn die nu kijken. Die denken, Job, je krijgt het, maar wanneer ga je het weggeven? Ik ga het nu weggeven. Ik ga nu mijn Roblox vriendschapsverzoeken erbij pakken. En ik ga minimaal 3 mensen blij maken. Met 3 grote winpakketten. En misschien dat een van die winpakketten de unicorn bevat. Dus je hebt nu nog ongeveer een minuutje de tijd om te abonneren. Dat moet je hebben gedaan, anders kan ik je niet laten winnen. Om te liken en om zoveel mogelijk in de comments te spammen tijdens deze livestream. Of wanneer je dit kijkt als het een video is, onderaan de video. En vergeet me natuurlijk niet toe te voegen op Roblox. Oké, we hebben nog 1 ruilverzoek die we even moeten accepteren. En deze persoon die... een hoverboard! Dat is een sick voertuig. Like, for real. Dat is misschien wel een van de meest epische op dit moment. Ik denk niet dat diegene deze gaat weggeven, want hij is geloof ik op dit moment niet eens meer te krijgen in de winkel. Dus ik denk van... Oh my gosh. Oké, ik weet echt even niet wat er gebeurt. Zeg maar, meestal in een livestream zijn er vooral mensen die een beetje stoer willen doen met de items die ze hebben. Maar nu zijn er zoveel gunners. Zoveel mensen die er op dit moment voor hebben gezorgd dat jullie zometeen met zieke items in Adopt Me rondlopen. Nou, de hoverboard, ja, ik ben hier echt excited over. Kijk dan. Hé, er zit iemand op mijn rug en je weet het, hè. Ik heb een soort van afspraak met mijzelf. Iedereen die op mijn rug springt in Adopt Me krijgt van mij een item. En weet je wat we doen? Zij krijgt van mij de hoverboard. Oh, het kan niet. Oh, kan alleen gereld worden. Oké, nou, dan ga ik met haar ruilen. Het meisje op mijn rug heeft gewoon heel veel geluk dat ze letterlijk op dit moment op mijn rug zat. Want daardoor krijgt ze gewoon een hoverboard. Dat is toch sick? Dat je gewoon op iemands rug aan het chillen bent en ineens krijg je een hoverboard te waarde van 1000 Robux of zo. Accept! Alsjeblieft, prinses Madiko. Ik hoop dat je blij bent. Alright, het moment is dan toch eindelijk daar. Ik ga een aantal mensen accepteren als vriend op Roblox. Dus there we go. Ik herlaat de pagina en ik ga dus ook nakijken of de mensen die mij hebben toegevoegd geabonneerd zijn en geliked hebben. Dus ik zeg het nog 1 keer. Wil jij een unicorn winnen in Adopt Me? Wil jij überhaupt een aantal van mijn Adopt Me pets hebben? Like deze video / livestream. Abonneer op dit YouTube kanaal. Voeg mij toe op dit Roblox account wat hier staat weergegeven. En dan krijg je van mij een pet. Misschien wel 2, want ik ben vandaag echt in een goede bui. En sommige mensen die overload ik gewoon met verrassingen. Oh, er zit weer iemand op mijn rug. Ja. Dat gaat zo snel. Iedereen wil op mijn rug. Oké, jij bent eerst aan de beurt. Give item. From backpack, wat zullen we haar geven? Nou, ik heb 3 keer de bananenauto, dus ik... Oh, deze kan ik alleen... Oh, nee!
Oh, oké, weet je wat? Ik heb een idee. Als er mensen om mij heen lopen in Adopt Me die ook de livestream kijken. Ik ga even op iets zitten, anders kan ik dit namelijk niet waarmaken. De allereerste persoon. En luister goed naar wat ik zeg. De allereerste persoon die bij de boom hier staat. Dus deze boom waar ik nu met mijn cursor omheen ga. Die krijgt van mij een pet. De allereerste persoon die daar staat. Bij deze boom waar ik nu met mijn cursor omheen ga. Ik ga er alvast naartoe. En degene die op mijn rug zit telt natuurlijk niet mee. Hè, want die is er automatisch al. Ja, jij bent het. Op. Oh, hij heeft ook gewoon letterlijk al een hoeverbord. Oh my gosh. Ik heb, ja, oké, okay, ja, je hebt gewoon geluk. Je bent er als eerste. Nou, wat krijg jij van mij? Je hebt een hoeverbord, maar wat dacht je van een bananenauto? Yes! Ah! Dit is zo amazing. Alright, there we go. En 3, 2, 1. Ik heb deze persoon net al iets gegeven. Oké, okay, vanaf nu gaan we de challenge nog een keer doen. Alleen er zit een maar aan vast. Je mag geen voertuig gebruiken. Oké, okay, dus als je een voertuig gebruikt, ben je gedisqualificeerd. Je moet het lopend doen, te voet, hooguit rennend, maar daar houdt het op. De eerste persoon die bij die boom is, voor mij. De eerste grote boom voor mij, lopend. Die krijgt van mij een pet, een zeldzame pet wel te verstaan. Wie is er als eerst? Wie is er als eerst? Oh, ik zie iemand! Ik zie iemand! Oh! Ja, raak de boom aan! Ja! Oh, je bent een beest! Oh, maar nu raak ik je kwijt. Oh, nee, 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 waar ben je nou? Hier was ik al bang voor, hier was ik al bang voor. Oké, wacht even. Hier was ik al bang voor. Mensen die raken mij kwijt. Ik weet zijn naam, het was Sietje geloof ik. Waar is Sietje? Je verdient een pet. Oh my gosh. Oké, weet je, er zit wel weer iemand op mijn rug. Dus laten we die als allereerst even een item geven. Een stok die ik in mijn hand had. Oké, we gaan de challenge nog een keer doen. Sietje, als je mij zometeen alleen tegenkomt in de server, krijg je van mij een pet. Oké, de allereerste persoon die bij de bananenauto is. Er staat een bananenauto voor mij. De allereerste persoon... Oké. Okay. De lantaarnpaal. De bananenauto is verdwenen. De lantaarnpaal. De allereerste persoon die bij de lantaarnpaal is. Wie is er als eerst? Wie is er als eerst? Ja, weer... Sietje is hier. Sietje is hier. Ja, Sietje. Trade. Oké, okay, Sietje was trouwens weer als eerst. Dus hij verdient nu sowieso echt een gek item. Sietje, ik ga jou denk ik heel erg blij maken. Ik ga jou namelijk de clownauto geven. Dat is een item die momenteel niet meer te krijgen is. Maar we zijn nog niet klaar. Je krijgt van mij een bananenauto erbij. En je krijgt van mij een eenwieler. Jij kan vanaf nu op 3 verschillende soorten manieren zoom, door Adopt Me heen. Ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, veel mensen die zeiden ook tegen mij bij de vorige livestream van Job. Je gaat pets weggeven en dat is leuk. Maar je krijgt ook heel erg veel voertuigen en items. Dus wat doe je daar nou eigenlijk mee? Nou, die geef ik ook weg. Alright, ik ga nu mensen als vriend accepteren. Oh my gosh. Oké, okay, there we go. Moet ik even goed kijken natuurlijk. Ah, hier is iemand. Ja, deze persoon is geabonneerd. Oké, okay, dat is het allerbelangrijkste. En heeft geliked. En ik zie dat ze er ook een filmpje bij heeft gestuurd. Waarbij ze heel veel aan het spammen is onder de livestream. Oké, okay, dit is persoon 1. Persoon 1 is geaccepteerd. En dan moet ik persoon 2 natuurlijk nog vinden. Want ik had eigenlijk beloofd dat ik 3 mensen nu een cadeautje ging geven. Oké, okay, hier is persoon nummer 0. Oh, dit is zo spannend. Ik vind het zelf spannend. Ik bedoel, ik weet dat ik pets ga weggeven ter waarde van duizenden Robux. Pets die ik zelf bijna nooit eerder heb gezien, laat staan in mijn bezit heb gehad. Oké, okay, ik heb op dit moment 3 mensen heb ik geaccepteerd. Dus als jij nu ziet dat je mij als vriend hebt op Roblox, geloof me, dan staat jou wat te wachten. Alright, dan staat jou wat te wachten. Nu ik deze 3 mensen heb geaccepteerd, is het enige wat ik eigenlijk nog moet doen, is ervoor zorgen dat die mensen mij kunnen joinen in mijn privé-server. Dus ik ga nu ervoor zorgen dat mijn privé-server die mensen op de soort van lijst heeft staan, zodat die mensen mij kunnen joinen. Ik hou nu nog even geheim wie het zijn. Het kan maar zo zijn dat jij het bent. Dus hou nu snel je Roblox-account in de gaten. En abonneer en like snel als je dat nog niet hebt gedaan. Oké, there we go. Ik ga ze nu op de lijst zetten, dames en heren. As we speak. Oké, daar gaat hij. Nummer 1 is zus Lisa. Als je dit kijkt en als je op tijd bent. Want als je namelijk nu niet komt, dan moet ik helaas de pet die eigenlijk aan jou bedoeld was aan iemand anders geven. Is de eerste winnaar. Winnaar nummer 2 is Olivia Love Lovis. Dat is winnaar nummer 2. En dan gaan we nu naar... Oh. Oh ja, hier. Ik was heel erg bang dat ik aan wat wegklikt. Winnaar nummer 3. Techie V. Kablam. Dit hier zijn de 3 winnaars. En deze 3 mensen kunnen mij nu joinen in mijn privé Adopt Me server. Alright. Dus ik ga deze server nu... Nou weet je wat? Ik ga de server nog niet verlaten. Ik wacht even tot ze erin zitten. En dan join ik mijn eigen server met hun erbij. Ik ga nu mijn ruilverzoeken weer aanzetten. Dus mensen die dit kijken en die bij mij zijn in deze Adopt Me server. En die mij een item of een pet willen geven.
hartstikke lief. Ik ga hem dan weer weggeven aan een van de andere opperbazen. En zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen uiteindelijk een leuke pet heeft in Adopt Me. Want dat is mijn doel. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die dit kijken. Er komen ook regelmatig mensen naar mij toe op straat die zeggen... Ja, ik wil zo graag een Adopt Me pet. But it's expensive. Het is duur! Nou, voor die mensen probeer ik iedere 1 à 2 weken een mooie livestream te organiseren. Waarin ik minimaal 10, 20, 30 pets weggeef. Ik weet niet hoeveel ik er nu al heb weggegeven. Het zijn er geloof ik een hoop. So that's pretty amazing. Alright, there we go! Mijn railverzoekers staan aan, dus iedereen kan mij nu een pet geven. En ik zeg het nog één keer. Geef mij alleen items en pets als je ze kunt missen. En als je ze wilt missen, oké? Ik hou geen enkele pet zelf. Ja, misschien voor een bepaalde tijd totdat ik iemand heb gevonden. Maar ik geef ze allemaal weg, oké? Ik geef ze allemaal weg. Dus alle opperbazen die er één willen winnen. Oh my gosh. Een ruimteschip buggy. En een hondje, een chocolade labrador en Don de Kat. Super cute. Nou, weet je wat het is? Ik ben ook totaal niet uit op alleen maar zeldzame pets. Elke pet is weer een mooie pet om weg te geven aan de kijkers. Dus I like it. Oké, maar gaat deze persoon het ook echt weggeven? Dat is de vraag. Of is dit enkel even een soort van flex die hij wilt gooien om te laten zien welke pets hij heeft? Nou, ik vrees dat het helaas dat tweede is. Als je niet echt met mij wilt ruilen, stuur me dan alsjeblieft geen ruilverzoek. Want op die manier houden we dat ook een beetje... Ja, een beetje eerlijk, hè, voor de mensen die wel echt willen ruilen. Of die iets willen geven. Een aapje. Een Australian Kelpie. Oké, nou, ik ga even kijken wat er nog meer in de aanbieding is. Want ik probeer nu echt de pets te vinden waarvan ik weet dat jullie ze ook willen winnen. En ik denk dat ik zo meteen even een leuke challenge ga organiseren. Ik zit eraan te denken om misschien een obby te doen of zo. En dat mensen die de obby als allereerst halen... Dat die dan een pet van mij krijgen. Laat in de comments weten of jullie dat een leuk idee vinden. Hier heeft iemand mij een ultra rare plunger gegeven. Thank you so much. Is een episch item. Kan heel goed gebruikt worden in Adopt Me. En ik weet... Oh nee! Nee, ik was te snel! Iemand wou een unicorn met mij ruilen. Tenminste, dat was nog maar even afwachten. Misschien wou diegene alleen even laten zien dat hij er één had. Maar oh, ik drukte weg. Wat stom van mij. Ja, dat ga je soms hebben, dames en heren. Daarom zeggen ze altijd, geduld is een schone zaak. Oh, wat flauw. Stel voor deze persoon was echt geneigd om mij een unicorn te geven. Dan ben ik hem bij deze misgelopen. By the way, ik ga... Wat willen jullie? Wat willen jullie dat ik doe? Ik bedoel, jullie zijn in die zin wel een beetje degene die bepalen, vind ik. Ik kan twee dingen doen. Ik kan door blijven gaan met ruilen. In de hoop dat ik zeldzame pets krijg van mensen die ze niet meer willen hebben. Zodat ik ze aan jullie kan weggeven. Of ik kan met mijn eigen Robux pets gaan kopen in Adopt Me. Die ik direct weggeef. Welke het ook is. Dus ook al krijg ik een Frost Dragon. Ook al krijg ik een Shadow Unicorn. Of een Evil Unicorn. Of hoe die ook heet. Ik geef hem gelijk weg. Spam in de livestream chat. Ei. Als ik eieren moet openen. En spam rel. Als ik moet ruilen. En again, ik heb dus net al 3 winnaars verkozen. Maar het is even wachten totdat ze mijn privé-server joinen. Waar ze op dit moment, als het goed is, in kunnen. Dus het is even afwachten of ze dat ook gaan doen. Oh my gosh! Deze pet wil ik echt al heel lang. Ik vind het... Oh my... Oh, wacht even. Jij bent echt gek. Jij hebt pets die ik nog nooit eerder heb gezien. Of tenminste, de vampire pet, die ken ik. Oh my gosh, die zeester die kan vliegen, rijden en neon is... Oké, deze persoon gaat dit nooit weggeven. Als deze persoon dit weggeeft, ga ik mijn unicorn binnen nu in 5 minuten weggeven. Klaar. Deze persoon kan ervoor zorgen dat mijn unicorn binnen 5 minuten weggaat. En één van de mensen die nu de livestream checkt. Oké, dat dacht ik al. Nou, weet je wat? Ik heb een idee. Misschien dat deze persoon wel geïnteresseerd is in mijn unicorn. Maar wat zou die mij daarvoor willen geven? Want een aapje, dat nemen natuurlijk geen genoegen mee voor een unicorn. Want een aapje is gewoon veel minder zeldzaam. Wat zou die mij willen geven voor een unicorn? Of wil deze persoon alleen maar even flexen? Ja, ik vrees voor het ergste. Ja, ook een unicorn. Maar een unicorn voor een unicorn, daar hebben we natuurlijk niet zoveel aan. Oké. Er zit weer trouwens iemand op mijn rug. Ik denk dat ik die zo meteen wel even een kleinigheidje ga geven. Oh! Een hartjes Segway. Oké, die heb ik nog nooit eerder gezien. Ik zie trouwens dat de chat vastslaat. Ja, dat heb je soms als te veel mensen aan het spammen zijn. Ik vind het amazing hoor, daar niet om, maar goed. Oh, wat lief, dankjewel Joy. Je hebt mij een super leuk item gegeven. Iedereen wil dat ik een ei open. Oké, dan gaan we dat doen. Jullie zijn de baas, dus ik ga een ei openen. Ik ga dus even het ruilen uitzetten. En dan gaan we eens even checken waar ik dat kan doen. Ik weet waar ik het kan doen. Oké, er zit iemand achter op mijn motor en die krijgt van mij een item. Jij krijgt... Wat heb ik nou gekregen? Ik heb iets gekregen. Oh my gosh, wat is dat? Ik heb een
Frostbite Grapple gekregen. Nou, deze jongen die wil een mijn kat is gevallen. Ah, oh, nou weet je wat? Jouw kat is gevallen, dus je krijgt van mij een nieuwe kat. Ik heb hem van de flat. Wat? Je kat is van een flat gevallen? Bedoel je dit serieus of bedoel je in Adopt Me? Ik hoop in Adopt Me. Niet dat ik hoop dat iemand in Adopt... Hij wil een Frost Dragon. You are kidding me. Hey, wees blij dat je een pet krijgt, oké? Okay? Er zijn mensen die nog helemaal geen pet hebben gewonnen. Wees blij dat je een pet krijgt. Oké. Okay. Ik ben trouwens ook wel benieuwd. Zijn we hier op de juiste plek? Nee, we moeten even het stadgedeelte in. Ik ben benieuwd wat de nieuwe items zijn die je kunt krijgen uit de cadeautjes. Want dat heb ik namelijk ook alweer een tijdje niet gecheckt. Dus laten we dat checken. Ja, jullie willen dat ik een ei open, dus ik ga een ei openen. Maar wat hebben we hier voor nieuw item? Is er... Oh, de hoeveboord. Oh, maar dan is het eigenlijk nog specialer dat ik die zojuist kreeg. Dat maakt hem namelijk nog zeldzamer. Nou, ik ga deze jongeman ga ik even van mij afgooien, want het is goed geweest zo. Ik ben geen oppas, dames en heren. Ja, een soort van eigenlijk wel. Want mensen die op mijn rug springen krijgen een gratis pad van mij. Maar in de essentie ben ik geen oppas. Maar ben ik eigenlijk gewoon iemand die het leuk vindt om dingen weg te geven. Alright. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik ga één ei openen. En daarna ga ik de drie mensen die hebben gewonnen, ga ik hun pad geven. Again, wil jij kans maken op één van mijn Adopt Me pads? Dat kunnen alle soorten pads zijn. Dan heb ik het over de Frost Dragon, die kan vliegen en rijden. Dan heb ik het over de Griffin, 600 Robux pad. Dan heb ik het over de Golden Red, dat is een Legendary. Dan heb ik het over de Unicorn, noem het maar op. Alles wat je dan moet doen, is liken en abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je die twee dingen hebt gedaan, hoef je me eigenlijk alleen nog maar toe te voegen als vriend. Nou, mijn Roblox naam staat hier beneden. En wie weet dat jij dan een van de pets wint. Maar abonneren en liken is een must, oké? Okay? En dit is eigenlijk een soort van lifehack. Eigenlijk is het oneerlijk dat ik dit zeg. Maar voor iedereen die dit live kijkt, jullie hebben geluk. Als jij twee nieuwe mensen laat abonneren op mijn YouTube kanaal, dan vergroot je je kans op winnen met 200%. Twee nieuwe mensen laten abonneren. En je hebt twee, drie keer zoveel kans. Dat is echt waar. Oké, okay, oh my gosh. Het is echt een stinkfeestje hier, man. Iedereen stinkt. Jongens en meisjes toch. Wat is dat nou? Oké. Okay, ik ga mijn ei openen. Wat zit erin? Oké, okay, er kan van alles in zitten. Ik ben echt heel benieuwd. Oké, okay, we gaan het checken. In 3, 2, 1. Oh, een struisvogel. Nou, dat is op zich wel nice. Nou, weet je wat? Ik geef een struisvogel zo meteen weg. Maar wat ik eerst ga doen, ik ga nu mijn eigen privé-server joinen. En ik ga wachten tot mensen daar naartoe komen. Weet je wat ik misschien wel doe? Ik heb een leuk idee. Ik ga mijn privé-server openbaar zetten. Luister goed naar wat dat... Oké, okay. Ik ga mijn privé-server openbaar zetten. Wat inhoudt dat de eerste 10 mensen die joinen, een pet krijgen. Want ik heb namelijk net 3 winnaars verkozen, maar niemand joint mij. Alle 3 de winnaars zijn niet komen opdagen. En dat zorgt er dus voor dat ik, ja, simpelweg die mensen niet kan belonen met een pet. Dus wat ga ik doen? Ik ga nu mijn privé-server openzetten. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Er is mij ook sterk afgeraden door mensen om dit nooit te doen tijdens een livestream. Want waarschijnlijk gaat iedereen gewoon joinen. Dus meer van... Oké, okay. Oh my gosh, ik vind het echt heel spannend. Ga ik dit doen? Ga ik dit doen? Ik ga dit denk ik gewoon doen. Oké, okay, hoe ga ik dit doen? Ik ben even aan het nadenken hoe ik dit ga doen. Oké, okay, weet je wat? Ik heb een linkje. Ik ga nu een linkje in de video... Oh, dit is zo dom wat ik nu ga doen. Oké, okay, ik ga het gewoon doen. Dit is echt heel stom. Ik ga nu een linkje... Maar wacht, kan dit wel? Kan iedereen joinen? Ik denk dat iedereen dan kan joinen. Of moet ik mensen echt inviten? Ik denk dat het eigenlijk zo werkt. Ja, het is een privé-server. Nou, ik kan het proberen. Ja, nee, ik denk niet dat dat werkt. Ja, weet je, ik zet gewoon een linkje in de beschrijving. En klik erop als je dat wilt en join mij. Er kunnen 48 mensen in de server. Dus meer van als je joint, dan ja, is er een kans dat jij bij mij in de server komt. En dan geef ik jou een pet, alright? Dus, en weet je misschien dat ik het linkje wel gewoon... Oh, iemand is gejoind! Ja, de allereerste... Oh my gosh, en hij heeft een zeester. Ik wil jouw zeester zo graag. Ik wil jou... Wil jou als... Hey, Job! Beast! Oh my gosh, ik wil jouw zeester zo graag. Ik meen het oprecht, ik vind de zeester een leukere pet dan de unicorn. Sorry dat ik dit zo hardop zeg, maar de zeester vind ik zo cute. Ik vind hem zo cute. Oh, hij wil niet ruilen. Oké, okay, weet je, ik wil de zeester ruilen. Ik wil de zeester, Job. Dat is heel raar om te zeggen. Ik bedoel, ik ben Job, maar jij bent ook Job. Job, geef mij de zeester. Ik wil hem met je ruilen. Ik geef hem uiteindelijk natuurlijk weg aan een van jullie. Ik wil met je ruilen. Oké, okay, het is een ultra rare, toch? Oké, okay. Dan geef ik jou een kikker. Kikker voor een zeester? Ja, nee, is eigenlijk niet eerlijk, want voor jou die is neon en die kan vliegen en rijden. Oké, okay, en een vliegend hondje. Come on, ik wil jou... Nee, ik wil geen kat, Job. Job, ik wil jouw zeester. Ik ben super jaloers op jouw zeester. That thing is awesome, bro.
Nee, het wordt hem niet. Nou, weet je wat? Dan krijg je van mij... Nou, dan gaan we zo meteen wel even ruilen. Wie is mij gejoined? Hier hebben we iemand die mij gejoined is. Ik ga jou een item geven. Ja, mensen kunnen mij denk ik niet joinen. Ja, je kan alleen joinen als je een friend bent, staat er in de chat. Helaas, dames en heren. Ik had het graag gewild, maar Roblox doet niet aan openbare servers. Met andere... Nou, weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Ik ga 5 mensen accepteren. Nu. Ik ga nu... Oh... Ik ga nu 5 mensen accepteren. Nu, letterlijk nu. Wil je kans maken? Voeg me nu snel toe op Roblox. Dit is mijn Roblox naam. Snel. En spam in de chat friend. Gewoon alleen maar friend. Terwijl je dus bent geliked en hebt geabonneerd. Hè? Doe dat. Ik ga nu 5 mensen accepteren. Spam in de chat friend. Like en abonneer. Ik ga ze nu accepteren. 5 mensen. En die kunnen dus gelijk in mijn server als het goed is. Nummer 1 is Soetje. Met dezelfde skin als mij. Opperbaas. Alright. Jij bent de allereerste die door mij is geaccepteerd. En jij kunt mij joinen. Nummer 2 is Lolkate. Dat is nummer 2. Oké, ik ben goed aan het kijken of ze allemaal hebben geliked en geabonneerd. Als je niet hebt geliked en geabonneerd, maak je geen kans. Nummer 3 is Lotte. Gefeliciteerd. Of tenminste, je moet nog komen opdagen. Als je niet kunt opdagen, kan ik je ook geen pet geven en gaat de prijs naar iemand anders. En dan ga ik er gewoon... Ik ging een 5 doen, zei ik toch? Ik geloof het wel. XLDX2. En als laatste, Joep. Alle 5 zijn jullie op dit moment toegevoegd. En als het goed is, kunnen jullie dus op dit moment mijn server joinen. Oké? En laat me alvast iets verklappen. Eén van de mensen die vandaag mijn server joint, krijgt van mij de unicorn. En geloof het als ik zeg dat de unicorn een pet is ter waarde van een paar duizend Robux. Er worden zelfs unicorns op het internet verkocht voor 5.000-6.000 Robux. Dat is echt insane. Iedereen kan mij nu joinen. Oké. Alright. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? Oké, weet je, we houden het eerlijk. We houden het eerlijk. Emily, jij bent de allereerste. Emily, waar ben jij? Emily, ik ben je kwijt. Ja, dit is ook zo lastig. Ik had kunnen verwachten dat dit lastig zou worden. Oké, ja, nee, Mike. Mike is de allereerste. Oké, Mike, jij bent de allereerste winnaar. XLDX, die net heeft gewonnen, is er ook. Mike is de allereerste winnaar. En jij krijgt van mij een pet. Ik hoef dus ook niks van jou te krijgen. Jij krijgt van mij, en dit is een hele zeldzame pet, een vliegende en rijdende luiaard. Alleen het vliegen en rijden kost bij elkaar al 300 Robux. Dus het is in totaal een pet te waarde van 700 Robux. Ga ik het doen? Uiteraard. Je hebt gewonnen en je bent komen opdagen. Gefeliciteerd! Deze opperbaas was geabonneerd, had geliked en is bij deze de winnaar van een rijdende en vliegende luiaard. Nummer 2. Wow! Oh, jij! Wat sick! Dutchtuber girl! Wat? Met exact dezelfde skin als mij. Maar dan de meisjesvariant. Hé, luister. Ik vind dit zo origineel. Ik vind dit zo origineel. Oh, wat? Iemand heeft mij net een neonvliegende rijdende pet gegeven. Jij krijgt van mij de Griffin. Gefeliciteerd. Ik denk zelfs dat ik deze heb gekocht voor 600 Robux. Marissa, ik hoop dat je er blij mee bent. Jij krijgt van mij een rijdende Griffin. De Griffin zelf kost al 600 Robux. Maar als je hem wilt laten rijden, komt daar nog eens 300 bij. Dus je hebt bijna 1000 Robux pet. Omdat je geabonneerd bent. Omdat je geliked hebt. Ik heb het nagekeken. En omdat je natuurlijk een opperbaas bent. Gefeliciteerd. Oh my gosh. Sommige mensen die vragen mij van Job. Is het niet pijnlijk om dit soort pets weg te geven? En want ergens kan ik mij voorstellen dat je ze eigenlijk ook stiekem wel een beetje zelf wilt houden. Dat klopt. Ergens zit er een soort van... Ah! Maar at the same time, ik vind het zo leuk om jullie reacties te zien. Jullie worden helemaal gek als ik een pet weggeef. Ik vind het een van de leukste dingen ever. Oké, meisje op mijn rug, genaamd Lisa, die krijgt van mij ook een pet. Trouwens, ik ben oprecht wel echt super blij hoor. Ik ga hem even uittesten nadat ik deze Lisa een cadeautje heb gegeven. Oh my gosh! Ik heb er letterlijk pets bij gekregen waarvan ik niet... Ik heb weer een neon vliegende rijdende neon pet! Iemand is mij aan het overladen met dit soort zeldzame pets. Wie is dit? Nou goed, jij krijgt van mij een vliegende bij. Een bij die is alleen maar te krijgen met honing van 150 Robux. En als je hem wilt laten vliegen kost dat ook iets van 200-300 Robux. Dus bij deze een 500 Robux pet. Geheel gratis voor jou. Omdat je hebt gewonnen. Ik hoop dat dit ook voor alle mensen die eerder onder mijn video's hebben gezet. Job, je bent al 2 weken niet live geweest. Ik denk dat jij je pets gewoon zelf houdt. Ik hoop dat jullie nu dus weten dat ik dat niet doe. Maar hey, dit is echt sick man. Iemand die heeft mij dus net gewoon... Ik krijg weer... Weer! Wie doet dit? Wie is dit? Iemand heeft mij in 2 minuten tijd 3 vliegende, rijdende, neon
soort van, wat zijn het überhaupt, vossen gegeven. En heeft er ook nog eens een puma bij gegeven. En waarom is deze puma zo speciaal? Hij kan vliegen. Ik snap het niet. Oh, iemand zit op mijn rug. Nou, je weet wat ze zeggen over mensen die op mijn rug kruipen. Hoi. Leuk dat je hallo zegt. Die krijgen van mij een item. En het item wat jij van mij krijgt, dat is Freddy. Ik weet niet wat het is. Ik denk een soort van... Het is een Arctic Fos. Een ultra rare. Oh my gosh, dit is zo sick. Ben je er blij mee? Ik zie dat je een smiley spamt. Dus ik neem aan dat je blij bent met jouw ultra rare. Oh, dit is zo amazing. Dit is zo bizar. Alright. Er zijn... Ja, weet je wat het probleem een beetje is, dames en heren? Ik... Oh, iemand wil mij een fly potion geven. Dat geloof ik niet. Wil deze mij persoon... Wil je een fly potion? Ja. Maar je gaat geen fly potion aan mij geven. Dat is een leugen. Jij... Oh my gosh. Oh my gosh. Nee, ik heb nog nooit eerder een fly potion van iemand gekregen. Die dingen zijn 300 Robux. No way. No way. No way. Oh, snap. Oh. Oké, weet je wat? Ik ben zo hyped. Ik ben zo hyped. Ik ben zo hyped. Ik ga nu een pet laten vliegen en ik ga hem direct weggeven aan een van jullie. Direct. Ja, ik weet het al. Ik ga... Oké, nee. Oh, ik moet kiezen. Ik moet kiezen, ik moet kiezen, ik moet kiezen. Oké, wacht. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Jullie bepalen. Jullie bepalen. Ja, tuurlijk bepalen jullie. Kom op nou. Oké, wacht. We gaan naar... ik ben helemaal in de war. Sorry, ik raak even een beetje overwhelmed. Ik had nooit verwacht dat deze persoon dit aan mij zou geven. Oké, ik ga naar mijn huis toe. Ik ga naar mijn huis toe en ik zet heel snel mijn huis op slot. Niemand kan erin nu. Oké, één iemand is meegegaan. Only Dina. Ja, jij bent een beast, man. Kom op nou. Je krijgt van mij een item. Jij krijgt van mij een kroon. Je krijgt van mij een kroon. Omdat je een koningin bent. Oh, wat? Mensen die komen bij mij. Hoe kan dat? Hoort niet. Hé, waar komen jullie vandaan? Nou, in ieder geval. Welk van mijn pets, dames en heren, moet ik laten vliegen? Spam het in de comments hier beneden. Spam het zo vaak mogelijk, oké? Moet ik mijn gouden rat laten vliegen? Moet ik mijn... Ja, mijn pinguïn kan al vliegen, dus dat is niet echt nodig. Moet ik mijn speelgoedaapje laten vliegen? Mijn struisvogel? Welke hebben we nog meer? Ik heb zoveel pets. Ik heb ook allemaal eieren bij me. Moet ik mijn kikker laten vliegen? Moet ik mijn... Mijn unicorn! Mijn unicorn kan nog niet vliegen. Oké, rat, unicorn, kikker. Spam het in de comments. Rat, unicorn, kikker. Come on, spam, spam, spam. En laat me je alvast zeggen, de mensen die het meest spammen vergroten hun kans op het winnen van een pet. Rat, unicorn, kikker. Wat moet het worden? Rat, unicorn, unicorn, unicorn. Unicorn, unicorn, unicorn. Oeh, ja. Weet je wat het is? Ik vind het wel leuk, maar ik heb nog nooit eerder een rat zien. Ja, iedereen zegt rat. Oké, we gaan voor de rat, we gaan voor de rat. Ja, we gaan voor de rat, oké. Daar gaan we, dames en heren. Waar staat dat bij? Food, hè? Denk ik. Fly potion. Ja, food. Oké. Okay. Daar gaan we. Daar is mijn rat. En... Feet! Of kon die al vliegen? Nee, toch? Hij kon nog niet vliegen. Toch? Nee, hij kon nog niet vliegen. Ik schrok heel even. Er stond fly bij, maar dat kan denk ik... Nee, dat kan die niet. Oké. Okay. Oh my gosh! Ah! Amazing! Oké, okay, dit is sick. Er is één soort pet die ik heel graag wil. Oké, okay, er is er één. En dat is de zeester. Ik wil hem zo graag. En ik weet dat iemand die heeft hier. Als die persoon hem aan mij wilt geven, zou dat amazing zijn. Want dan kan ik die weer aan jullie weggeven. Maar ik vind ook de flying bat heel episch. Ik weet namelijk, ik hou dat goed in de gaten, welke pets jullie graag willen hebben. En dat zijn natuurlijk de pets die ik probeer te bemachtigen, zodat ik ze aan jullie kan geven. Dus als er iemand is die met mij wilt... Nou weet je... We doen het even anders. Ik ga mijn relverzoeken niet aanzetten. Maar als er iemand is die mij een pet wil geven, dan kan dat nu. Ik ga dat nu aanzetten. Iedereen kan mij nu spullen geven in dit spel. Toch? Even kijken. Who can give me items? Everyone. Ja. Iedereen kan mij nu items geven. Pets, items en dat soort dingen. En elk item wat ik krijg, geef ik weg. Dus is er iets wat jij niet meer nodig hebt in Adopt Me, of wat je dubbel hebt, of wat dan ook, en je wilt een van de opperbazen er blij mee maken, een van de mensen die geliked hebben en geabonneerd zijn, dan kan dat nu. Oké? Okay? Dan kan dat nu. Dan kan je mij nu een pet geven. En weet je wat? Ik geef ondertussen ook wel iedereen even weer de mogelijkheid om met mij te ruilen. Maar dat is misschien ook wel een leuk idee. En de dingen die ik het liefst krijg, dat zijn eieren. Want dat is ook wel leuk in de livestream natuurlijk, als ik die dan kan openen. En we weten niet wat erin zit, dus you know. Oké, okay, mijn ruilverzoeken staan in ieder geval aan. De allereerste persoon... Deze persoon heeft iets gewonnen. Deze persoon heeft iets gewonnen. Wauw, je wilt mij serieus een ei geven? Dat vind ik amazing. Weet je wat? Dan geef ik jou een zeer zeldzame vliegende bij. Dit is een bij, die kan je niet eens uit een ei krijgen. Die zijn super zeldzaam. Maar je was sowieso een winnaar. Ik had jou namelijk toegevoegd. Dus ik vind het amazing. De vraag is alleen... Ja, oh, wat aardig van jou. Dina wilt ook met mij ruilen. Nou, Dina, die kennen we inmiddels.
Super cute. Super cute. Nou, weet je, ik ga heel even weer mijn ruilverzoeken uitzetten. Want ik heb dus een ei gekregen. En ik heb op zich wel een leuk idee. Ik ga het ei nu openen. En wat er ook uitkomt, ik ga het direct aan een van jullie weggeven. Aan een nieuwe winnaar. Dus wil je kans maken, spam in de chat. Ik wil, ik wil, ik wil. Gewoon alleen maar ik wil, ik wil, ik wil. Abonneer en like. Die twee dingen moet je hebben gedaan als je het ook echt wilt krijgen van mij. Als je namelijk niet geabonneerd bent en je hebt niet geliked. Ja, sorry, dan maakt iemand anders de kans om te winnen. Hatch nou 45 robots. Wat zit erin? 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 Ah, nee, jammer, jammer, jammer. Of nou, jammer. Het is leuk. Het is een Australian kelpie. Maar het is niet helemaal wat ik wou. Ja, ik wil nog steeds zo graag die zeester. Wil jij met mij ruilen? Ik wil met jou ruilen. Ik wil jouw zeester. Maar je wilt hem niet weggeven. En dat snap ik, want hij is super episch. Oké, wacht. De zeester voor een schildpad. Nee, wacht. De zeester voor een aapje. De zeester voor een legendary aapje. Ik weet dat dit misschien geen goede rel is, maar ik wil de zeester. Ja, oké, eigenlijk wel, want hij is ook neon natuurlijk. En de zeester kan ook nog eens vliegen. Hij gaat dit never doen. Hij gaat dit never doen. Ofwel, het zou zo nice zijn, maar hij gaat dit niet doen. Ga je dit doen? Ah, je doet het niet, hè. Je doet het niet, hè. Je wilt de zeester niet weggeven. Ah, dit is zo naar. Zeg maar, het ding is, ik wist niet dat er een zeester bestond. Dus het is een soort van jammer. Oké, nou, deze persoon die wil helaas niet ruilen. Daar geven we het nu dus ook een beetje bij op. Weet je wat we gaan doen? We gaan een feestje geven. Wat dachten jullie daarvan? We gaan gewoon een mega groot feestje geven. Ik weet alleen niet hoe dat kan. Hoe kan dat? My homes. Weet iemand hoe je een feestje kan geven? Ik weet namelijk wel dat het kan. Ik weet alleen niet hoe. Nou, weet je, dat doen we zo meteen wel. Mensen, jullie kunnen weer met mij ruilen. Bij deze. Ik ga nu mijn ruilverzoeken aanzetten. Iedereen kan met mij ruilen. En laat me dit alvast vertellen. Ik ga de unicorn weggeven. En weet je wanneer? Over 1 minuut! Over 1 minuut ga ik de unicorn weggeven. Over 1 minuut. 60 seconden. De komende 60 seconden kan je mij toevoegen als vriend op Roblox. Het staat hier. Abonneren en liken. En het enige wat je dan moet hebben is een beetje geduld en een beetje geluk. Ik ga namelijk zometeen iedereen uit mijn server kicken. En de enige persoon die ik toelaat in mijn server is de persoon die de unicorn wint. Er waren namelijk zoveel mensen onder video's en dat soort dingen die zeiden van Job, je gaat de unicorn niet weggeven. Je wilt hem zelf houden. Het gaat blijken. Over 1 minuut geef ik de unicorn weg aan iemand die lekker aan het spammen is in de chat. Oh, maar ja, maar je geeft hem niet weg. Jij geeft mij de ster niet. Sorry, ik werd even afgeleid. De komende minuut hebben jullie tijd om te abonneren, te liken, te spammen in de chat en mij toe te voegen op Roblox. En wie weet win jij dan. Hij gaat hem niet geven. Nee, natuurlijk ga je hem niet geven. Je wilt mij gewoon een beetje jaloers... Oh, ik dacht heel even dat ik het ruilverzoek niet weg kon doen. Hij wil mij gewoon een beetje jaloers maken. De vliegende griffin. Oh my gosh. Die is super rare. Die is super zeldzaam. Als ik deze krijg, dan ben ik hyped. Maar ik krijg hem niet. Oh my gosh. Oké, de volgende. We blijven lekker doorgaan. Nee, dit meisje, dat heb ik een cadeautje gegeven. Dus daar gaan we nu niet mee ruilen. Wacht, iemand zegt ik ben een winnaar. Ja, je hebt gelijk. Je bent Lotte. Ja, 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 ja. Lotte, we gaan even met jou ruilen. Ik ga even met Lotte ruilen. Lotte had namelijk iets gewonnen. Dus die krijgt iets van mij. Lotte, jij krijgt van mij een pinguïn. Lotte, jij krijgt van mij een kikker. Lotte, jij krijgt van mij een kat. Kablam! 3 pets. Het minimaal is ultra rare. En dus, ja, het zijn alleen maar ultra rares. Oh my gosh. Ik heb nog nooit 3 pets geloof ik tegelijkertijd weggegeven. Dit is sick. 3, 2, 1. Accept. Lotte, van harte gefeliciteerd. Nou, ja, hij wil... Oké, dit is de laatste keer. Als deze persoon nu niet met mij ruilt, ga ik nooit meer een ruilverzoek van hem accepteren. Want ik word het nu zat. Ik vind het niet erg. Ik bedoel, hij hoeft niet met mij te ruilen. Maar hij doet iedere keer alsof hij wilt ruilen. Maar dan ruilt hij niet. En dat is gewoon... Dat is een beetje zonde, you know. Oké, een kat. Een kat is op zich cool. I like a cat. Maar meer van... You know what I want, bro. Ik hoop dat je eigenlijk met mij de zeester wilt ruilen. Maar ja, de kat is op zich ook wel cool. Ik weet dat je hem niet gaat geven. 3, 2... 1. Sorry, ik ga niet meer met jou ruilen. Het spijt me zeer. Het is mooi geweest. Ik zie eigenlijk alleen maar dezelfde... Ja! Ja, ja. Deze persoon heeft ook gewonnen. Ik heb deze persoon... Dit was dat meisje wat ik net opnoemde. Olivia Love Lewis. Oh my gosh. Nee, je hoeft mij niks te geven. Hoezo? Nee, 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 nee. Ik geef jou iets. Wacht, 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 wacht. Oh my gosh, je bent zo aardig. Ik geef jou deze. Ik hoef die van jou niet. Ik hoef die van jou niet. Nou, weet je, als je die van jou toch wil geven, dan doe ik er nog iets bij. Dan geef ik jou ook nog een aapje erbij. Een aapje. Waarom kan ik het aapje niet geven? Oh my gosh, ja, ik kan het aapje geven. En dan geef ik jou ook nog eens een kikker erbij. Alsjeblieft, een kikker, een aapje en een Arctic Fox. Of nee, een Fennec Fox met allemaal verschillende soorten dingen. En in ruil daarvoor krijg ik een vliegende kat. Nee, in ruil daarvoor krijg ik niks. Goed zo, hou dat zo. Je was namelijk een winnaar en een winnaar die hoeft mij niks te geven. Die heeft namelijk iets gewonnen. Wauw, en natuurlijk iedereen die mij een item heeft gegeven, die ik weer kon weggeven. Dat zijn ook winnaars, hè? Op een andere manier namelijk.
alsjeblieft Olivia gefeliciteerd. Dames en heren, het moment is daar. Ik ga de unicorn weggeven. Ik ga nu, as we speak, ga ik de unicorn weggeven. Als je dit nou kijkt, terwijl dit niet meer live is. En je denkt, nee, ik ben mijn kans misgelopen. Ik wou zo graag de unicorn, maar ik kan hem niet meer krijgen. Want nu ik dit kijk, is het te laat. Nou, het is een soort van waar. Maar daartegenover staat wel dat ik nog steeds een nog zeldzamere pet heb. Hè. Vergeet dat niet. En dat is de legendary rijdende vliegende Frost Dragon. Oké? Die geef ik de volgende keer weg. Dus als je daar nu al kans op wilt maken, blijf de komende weken dan alle video's liken. Spam zoveel mogelijk leuke reacties en just do your thing. Ik zou het bijna zijn vergeten, deze jongeman, Taki, of hoe je ze namelijk uitspreekt, die heeft ook iets gewonnen. Ik was het bijna vergeten. Je hoeft mij niks te geven. Nee, je hoeft mij niks te geven. Ik vind het super aardig, maar je hoeft mij niks te geven. Jij krijgt... Oh my gosh! Waarom wil je mij dingen geven? Jij hebt gewonnen. Ik heb jou letterlijk 10 minuten geleden toegevoegd als vriend, omdat jij juist een winnaar bent. What are you doing? Geef mij niks, inderdaad. Geef mij niks. Nothing, nada. Jij krijgt van mij een vliegen. Nou, weet je, je krijgt er nog iets bij. Ik ben veel te enthousiast. Ik krijg Perry het vogelbekdier. En je krijgt een speelgoedaapje. Ja, dit... Oh my god. Nee, wacht. Een speelgoedaapje is een beetje... Nou ja... Weet, nee, een speelgoedaapje is een beetje overdreven. Omdat ik wil ook andere mensen nog blij kunnen maken, right? Ik kan niet alles op één persoon inzetten. Weet je wat? Ik geef jou een aantal eieren erbij. Zo, een ei. Ik weet dat het niet een heel speciaal ei is, maar hey, een ei is best wel zeldzaam in Endalapni. Er komen immers pets uit. Elke soort pet kan eruit komen. Dus ik hoop dat je er blij mee bent. Alright, het moment is daar. Ik ga iemand toevoegen. Ik ga nu iemand toevoegen. En ik moet zeggen, ja, dit is echt een pijnlijk moment ook wel een beetje. Want ik weet dat ik indirect ga ik een hoop mensen teleurstellen. Maar ik denk dat het daarom ook goed is dat ik zoveel pets heb om weg te geven. Dat er namelijk sowieso wel weer andere pets gaan komen die ik weggeef. De unicorn is een once in a lifetime, zou je kunnen zeggen. Maar goed, we gaan het checken. Oké, oh my gosh. Ik ben benieuwd. Oké, weet je wat? Ik ga ervoor. Ik ga nu iemand accepteren. Oh my, dit is zo spannend. Ik ga nu iemand accepteren. Iemand die geliked heeft, iemand die geabonneerd is. Dus je kunt mij nu nog een vriendschapsverzoek sturen, hè. Wees snel, het kan nu nog. Het kan nu nog. Oh my gosh. En ja, ik moet zeggen, ik vind het heel lastig. Ik heb ook niet echt, zeg maar, een bepaald soort kwalificatie waar een persoon aan moet voldoen. Maar goed, we gaan het checken. Wie gaat hem winnen? Wie gaat hem winnen? Sorry dat ik hier even de tijd voor neem. Ik bedoel, ik denk dat jullie het wel snappen. Dit is een pet van een paar duizend Robux. Dus ik wil hem niet zomaar weggeven. Oh, ik vind dit zo ongelooflijk moeilijk. Ik vind het niet moeilijk omdat ik hem zelf wil houden, hoor. Begrijp je niet verkeerd. Ik vind het moeilijk omdat ik weet dat er een hoop mensen op dit moment die pet willen. Maar ik kan hem letterlijk maar aan één iemand weggeven. Aan één iemand. Niet meer, niet minder. En dan is de unicorn weg. En dan heb ik hem niet meer. Dan maakt niemand kans. Alleen, dan hebben we natuurlijk de Frost Dragon nog. Dus again, dat is misschien ook wel weer een voordeel. Als jij namelijk de unicorn niet wint, maak je wel kans op de Frost Dragon. Als jij de unicorn wel wint, maak je geen kans op de Frost Dragon. Hè? Als je eenmaal een pet hebt gewonnen, kan je nog wel een andere pet winnen. Je kan 2, 3, misschien wel 10 keer winnen. Maar je kan niet 2 keer de zeldzaamste pet winnen en dat niet. Dat wordt een beetje te gek. Dan moeten we ook andere mensen natuurlijk eventjes de kans geven. Ik ga nog 1 keer de pagina herladen. Oké? Dus als jij nog niet hebt geliked, je bent nog niet geabonneerd, dan is dit je kans. En dan is het ook gelijk je kans om mij toe te voegen. Want ik ga nu nog 1 keer mijn vriendschapsverzoekpagina herladen. Dat is nu. Oké. Ja. Oké. Ja, ik zie een hoop mensen. Oeh, ik vind het zo spannend. Ik weet niet wat ik moet doen. Oh my gosh, ik vind het zo. Er zijn te veel mensen die mij een vriendschapsverzoek hebben gestuurd. Oké. Ik denk, ja, oh my gosh. Oké, ik heb iemand gevonden. Ja, ik heb iemand gevonden. Oh, tenminste, ik denk het. Weet je wat we doen? Ik heb een leuk idee. Ik heb een heel leuk idee. Omdat de unicorn zo'n speciale pet is, geven we hem niet zomaar weg aan iemand. We stellen 3 vragen aan die persoon. En als die persoon alle 3 de vragen goed beantwoordt, of nou in ieder geval 2 van de 3 vragen, je mag er 1 fout hebben, krijgt die persoon de unicorn. Als de persoon helaas alles fout heeft, of 2 vragen fout heeft, dan krijgt hij een andere pet. Ja, dat is leuk. Zo houden we het eerlijker. Dus oké. Bij deze. Emily. Ja, dat is je naam. Emily. Ik heb jou nu geaccepteerd. Ik heb jou op dit moment geaccepteerd. En jij kan nu mijn server joinen. Oké? Alleen jij kan op dit moment mijn server joinen. Ik ga jou nu toevoegen. Dus je moet snel zijn. Want jij bent namelijk degene met wie ik dus de quiz ga houden. En de rest van de mensen kunnen dus nu de server niet meer in. Ik heb de server nu uitgezet. Zo, dus iedereen wordt eruit gekikt die er net in zat. En alleen Emily kan nu joinen. Dus Emily, ik zou zeggen, kom naar mij toe. Ik zie wel dat er nog heel veel mensen in de server zitten. Hoe kan dat? Oh wacht, ik moet de server echt officieel even helemaal uitzetten. Oké, de server staat nu helemaal uit. Oh my gosh, dit is zo spannend. Oké, Emily. Oh ja, ik ga jou zo meteen een vraag stellen. En als jij de vraag goed beantwoordt, ik ga jou 3 vragen stellen. En als jij alle 3 de vragen goed beantwoordt, dan win jij de unicorn.
Maar ondertussen kan het dus zijn dat zij de vragen niet goed gaat beantwoorden. En dan kunnen jullie, de mensen die dit checken, nog steeds de unicorn winnen. Dus voeg mij toe op Roblox. Dit is mijn Roblox naam. Like de livestream. Abonneer. Want de kans om de unicorn te winnen is dus nog steeds niet verloren. De kans om de unicorn te winnen is pas voorbij als iemand 3 vragen goed heeft en dus door mij is toegevoegd op Roblox. Maar zelfs dan is dus nog de Frost Dragon daar om gewonnen te worden door iemand anders. Oké, Emily! Je kan mij joinen, maar ik zeg je dit alvast, je hebt niet lang de tijd. Je hebt absoluut niet lang de tijd. Ik zal je echt willen aanraden om mij zo snel mogelijk te joinen. En ondertussen ga ik wat nieuwe mensen toevoegen. Dus again, like de livestream, abonneer ook wanneer je dit kijkt. En het is niet meer live en het is gewoon een video. Voeg mij toe op Roblox, abonneer. Dat abonneren is heel belangrijk. En again, wil je 200% zoveel kans maken. Laat 2 nieuwe mensen abonneren. Oké, ik ga nu nieuwe mensen toevoegen. Ik ga denk ik 3 mensen in totaal ga ik denk ik in de server halen. Is Emily al gejoined? Is Emily gejoined? Emily is nog niet gejoined. Oeh, Emily... Je hebt niet zoveel tijd meer. Oké, hier is iemand anders. Luna, gefeliciteerd. Jij maakt kans om de unicorn te winnen. Ik ga jou nu op de lijst zetten. Luna Q. Niet Q als in moe, maar Luna Q. Zo, ja, jij kan mij nu joinen, Luna. Ik zou zeggen, join mij in mijn privé server. En de laatste persoon... Het is echt, nogmaals, het is lastig, maar we gaan ervoor. De laatste persoon... Oh my gosh... Ik vind het heel lastig dit. Oké, ik ga nog 1 keer de pagina herladen, denk ik. Ja, ik ga nog 1 keer herladen. Dan komen er namelijk weer nieuwe vriendschapsverzoeken bij. Van mensen die net een vriendschapsverzoek hebben gestuurd. Oh my gosh, er zijn er zoveel. Heeft iemand mij al gejoind? Nog steeds niet. Oh nee. Oké. Ger is de volgende. Ger is de volgende. Zo, 3 mensen. Dat is het maximale. Deze 3 mensen gaan strijden voor de unicorn. Ger, en wat is de andere rest van zijn naam? Ja, oké. Weet je wat ik denk ik even ga doen? Ik ga deze mensen even een berichtje sturen in de chat. En ik laat ze even weten van, joh, hallo, jullie mogen mij joinen. Ja, iemand is er! Iemand is er! Iemand is mij gejoind. Luna is gejoind. Luna is gejoind. Ik herhaal, Luna. Ja, en Emily ook, of niet? Ik denk het. Ja, ze zijn er alle 3. Ze zijn er alle 3. Nee, wacht. Even kijken, zijn ze er? Ze zijn er denk ik alle 3. Hoe kan ik er naartoe? Kan ik mezelf naar ze toe teleporteren? Ik wil teleporteren. Teleport. Oh, ze is nog aan het laden. Oh, ze zijn er! Ze zijn er! Ze zijn er! Alle 3! Oké. Ja, ik moet vragen gaan bedenken. Oh my gosh. Oké. Ja, de eerste persoon is er. Oké. Oh, dit is echt zo'n soort van spelshow, weet je wel. De persoon die de meeste vragen goed heeft, die wint. Oké, als allereerst. Vliegen is even niet toegestaan. Dus man, spring alsjeblieft even, van je pinguïn af. Als je wilt winnen. Ik ga jou 3 vragen stellen. Als je er 2 goed hebt, win je. Oké, daar gaan we. Alright. Hetzelfde geldt, jullie 2. Jullie 2 maken kans op de unicorn. Oké. Jullie 2 maken kans op de unicorn. Ik moet goede vragen hebben. Ik moet goede vragen hebben. Vraag nummer 1. We beginnen makkelijk. Waar is mijn broek van gemaakt in Roblox? Jullie 2. Oh, ik moet natuurlijk hier zeggen. Waar is mijn broek van gemaakt in Roblox? Dus vraag nummer 1. Waar is mijn broek van gemaakt in Roblox? Waar is mijn broek van gemaakt in Roblox? Oké, hashtag. Ja, ik weet niet wat je probeert te zeggen. Probeer het op een andere manier te zeggen, want hashtag kan ik niks mee. Luna, geldt ook voor jou. Waar is mijn broek van gemaakt in Roblox? Als je wilt winnen, dan moet je... Goud. Jullie denken goud. Oh nee, oh sorry. Nee, niet nu. Sorry, sorry. Mijn echte karakter. Met de meloenjas. Mijn echte Roblox karakter, right? Weten jullie het? In de chat. Hebben jullie enig idee? Waar is mijn broek van gemaakt in Roblox? Chocolades? Nee, geen chocolade. Nee, dus zeg maar, ik heb hem nu natuurlijk niet aan. Anders is het te makkelijk, want dan is het gewoon even checken, dan weet je het. Mijn broek van mijn officiële Roblox karakter. Oké, hamburger, zegt Melonman. En Luna, wat denk jij? Waar is die van gemaakt? Je hebt nog even een momentje. Luna, weet je het? Oh my gosh. Luna. Oh my gosh. Ik weet het, ik vind het zwaar. Ik wil haar echt de kans geven.
Hamburger, correct. Jullie hebben allebei de eerste vraag goed. Vraag nummer 2. Wat is... Oké, ja, hoe kan ik dit het beste... Oké, ik moet even kijken. Oké, vraag nummer 2. Wat speel ik vaker? Een obby of een tycoon? Wat speel ik vaker? Een obby of tycoon? Spam natuurlijk ook in de chat mee, hè. En ook in de comments. Als dit online staat als video, spam het in de comments. Want ook dan maak je extra kans. Wat speel ik vaker? Een obby. Zegt hamburger, zegt de hamburgerman. Zegt deze jongeman. En Luna, wat speel ik vaker? Een obby of een tycoon? Hoe is ze aan het nadenken? Ze is aan het nadenken. Oh my gosh. Obby. Correct. Correct. Oké. Jullie hebben alle... Oh, nu wordt het heel spannend. Jullie hebben allebei 2 vragen goed. De laatste vraag is voor de unicorn. Oké, getal onder de 10. Getal onder de 10. De reden dat ik een getal onder de 10 doe is omdat ze anders misschien allebei weer de derde vraag goed hebben. Dan heb ik alsnog geen winnaar. Getal onder de 10. Oké. Getal onder de 10. Oké, getal onder de 10. Ik heb er 1. Getal onder de 10. De eerste die mag raden is Luna. Luna, getal onder de 10. Wat is het? Getal onder de 10. Ik heb hem. Wat is het eerste getal? Oh my gosh, ik vind het zo spannend. Ik vind het zo, zo spannend. Oké, getal onder de 10. Luna gaat raden. Ik heb gewoon even Luna gezegd, omdat ja, ik moet iemand als eerste laten gaan natuurlijk. Oké, ik heb echt een getal. Ik kan het ook nu niet hardop zeggen, want als een van hun de livestream checkt, dan is dat ook al verklapt. Wat is het, Luna? Wat is het getal wat ik heb? Je moet proberen een beetje snel te zijn. 6. Nee, het is geen 6. Oké. Melonman. Getal onder de 10. Dit is voor de unicorn, hè. Dit is... Getal 6 is het niet. 7. Nee, 7 is het ook niet. 7 is het niet. Luna, raad maar. Oh, dit is zo spannend. Ik heb letterlijk een getal, hè. Ik heb letterlijk een getal. 6 is het niet, 7 is het niet. 2. Nee. 2 ook niet. Melonman. Raad maar. Oh my gosh. Oh my gosh. Dit is voor een unicorn. De zeldzaamste pet in een lobby. Raad maar, Melonman. Ik heb het getal. 9. Nee, nee, nee. 9 ook niet. Oké, Luna. Luna, wat is het? Wat is het, Luna? Wat denk je? Wat denk je? Wat is het? 8. Nee, ook niet. Wat? Melonman weer. Oh my gosh. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? 4, nee, het is ook geen 4, nee. Ook niet. Luna. 5, ja, 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 ja. Gefeliciteerd. Teert Luna. Oké, Luna, daar gaan we. Luna, trade. Trade, Luna. There we go. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik heb, ja, Luna, voor jou is de unicorn. Alright, moment van spanning. 5, 4, 3, 2, 1. Gefeliciteerd, Luna. Jij hebt mijn unicorn gewonnen. Kaplam! Oh my gosh! Maar, Melonman. Jij deed het super. Dus. We zijn nog niet klaar. Melonman, jij deed het super. Je hebt het goed gedaan. Dus voor jou heb ik ook een verrassing. Nee, ik hoef niks van jou. Nee, Melonman. Melonman. Nee, Melonman. Ik wil niks van jou. Haal het weg. Ik heb ook voor jou een verrassing. Jij krijgt van mij een rijdend paard. En dat is ook een hele zeldzame. Het is geen unicorn, dat weet ik. Maar je krijgt hem wel. Omdat je het goed hebt gedaan. Je hebt echt je best gedaan. Dus ja, je krijgt wel. Ik ga even niet ruilen. Alsjeblieft, Melonman. Jij krijgt van mij. Ja, dat was het. Oké, gefeliciteerd. Het was gezellig. Als jullie nu willen leven, kan ik nog 2 mensen de kans geven. Thanks. Zo, dank jullie wel. Het was amazing. Ik vond het spannend. Als jullie nu zouden willen leven, kan ik nog 2 mensen de kans geven. Ondertussen, ja, ik kan dit ei openen, maar dat is niet per se nodig. Wauw, dit was zo spannend. Oké. Als Luna dan ook nog even zou willen leven, dan is dat amazing. En anders maakt het op zich niet heel veel uit, maar het is wel even zo handig. Ik ga nu dan even ervoor zorgen dat ik weer 2 nieuwe... Maar was er niet nog iemand? Toch? Er was nog iemand, toch? Of niet? Ik denk dat er nog iemand was. Nee. Nee, dit waren de laatste. Doei, doei. Zo. Oké. There we go. Ik ga dit nog 1 allerlaatste keer doen. Oké. Dus...
Ik ga Nee, weet je, ik ga drie... Nou, twee. Twee. Ik ga twee mensen toevoegen als vriend op Roblox op dit moment. Het is het laatste voor deze livestream. En dan bij de volgende livestream ben ik weer terug. En zal ik mijn Frost Dragon weggeven. Of een andere pet. Als ik dan in de tussentijd weer een andere pet heb gekregen. Wil jij uitgenodigd worden? Net zoals Luna. Net zoals Maddenman. Like deze stream of video. Als dit niet meer live is, kun je ook nog meedoen. Abonneren, liken, noem het allemaal op. Like deze stream. Zorg ervoor dat je geabonneerd bent. En voeg mij toe op Roblox. Dit is mijn Roblox naam. Okay, there we go. Ik ga twee mensen toevoegen om even mee te beginnen. En zorg dus echt voor dat je online bent, hè. Als je niet online bent, dan kan ik heel erg weinig. Als je niet online bent, dan kan ik je wel toevoegen. Maar dan maak je geen kans. Oké. Okay. Oh, dit is al spannend. Wauw, het voelt wel een beetje leegjes, hoor. Ik heb gewoon mijn unicorn weggegeven. Nou, weet je, zal ik het alvast even spannend maken? De pet die ik zo meteen ga weggeven, dat is een legendary aapje. Dat is mijn legendary ninja monkey. Mijn legendary ninja monkey is ongelooflijk zeldzaam. Is een legendary, zoals ik dus zeg. En heel lastig te krijgen. Dat is de hoofdprijs. En de troostprijs, soort van. Troost, maar de tweede prijs is wat anders. Maar dat is de hoofdprijs. Voor de persoon die als allereerste ja, de drie vragen goed heeft. Oké. Okay. Ja, ik ben aan het checken wie ik wil laten winnen. Ja, wil laten winnen. Het gaat erom dat iemand geabonneerd is en heeft geliked. En dat zijn de twee belangrijke dingen. Kijk, ik heb de eerste persoon toegevoegd: Dragon 12 Girl. Jij bent de allereerste persoon. Maar nu. Persoon nummer 2. Ja, persoon nummer 2. Wie gaat dat zijn? Abonneren, liken en mij toevoegen. Het kan nog steeds. Ik ben nog steeds de pagina aan het herladen. Je maakt nog steeds kans. Je maakt nog steeds kans. En het is heel belangrijk dat je dus online bent. Als je niet online bent, dan kan ik er vrij weinig mee. Als je niet online bent, kan ik je ja, niet accepteren. Of kan je wel accepteren, maar kan je niet echt in de server laten springen. En nummer 2 is Katteman 3. Dat kan niet. Oh nee, deze persoon heeft het maximale aantal vrienden op Roblox. Ik kan deze persoon niet toevoegen. Oh, het kan niet, sorry. Oh my gosh. Oké, Katteman. Als je heel snel even ervoor kunt zorgen dat ik je kan toevoegen. Heel snel. Echt heel snel. Anders kan ik... Ja, oké, het kan. Ja, goed zo. Katteman 3. Oké, dus wacht. Wat was nou die andere? Ja, dat was die dragon. Ja, oké. Oké. Ik ga jullie allebei op de lijst zetten in de server. Ik ga jullie allebei erop zetten. Zo. Woe, dit is spannend. Oké, en dan betekent het dat jullie mij even moeten joinen als dat kan. Alright. Ik kan... Oké, wacht. Ik kan Katteman... Ik kan jou niet in de server doen, Katteman. Ik kan jou niet in de server doen. Of Katteman wel. Oh, Katteman wel. Met Dragon Girl 12. 12 ding. Niet. Dragon 12 Girlie. Ik kan jou niet in de server zetten. Helaas, want jouw settings heb je zo staan dat het niet kan. Dus regel dat alsjeblieft even snel. Want anders zal ik helaas... Of wacht, kan het nu wel? Ja, het kan nu wel. Het is geregeld. Het is geregeld. Oké. Katteman 3, Dragon 12 Girlie. Jullie kunnen mij allebei joinen. Jullie kunnen mij allebei joinen. En dan is het tijd. Oké. Voor iedereen die helaas geen pet heeft gewonnen vandaag. Maak je geen zorgen. Iedere 1 à 2 weken ben ik live en geef ik pets weg in Adopt Me. Voor iedereen die dacht, je geeft je pets niet weg. Want het heeft eventjes geduurd. Dat kan zo zijn, maar ik heb wel mijn unicorn weggegeven vandaag. Ik denk dat ik in totaal misschien wel aan 10.000 Robux aan pets heb weggegeven. Like, no joke. Echt gewoon minimaal. Oké, hebben mensen mij gejoined? Ja! Ja, je bent er! Jij bent de eerste kandidaat. Die kans maakt op een legendary monkey en een... Ik ga nog iets weggeven. Legendary voertuig. Ja, oké. Ja, jij bent de allereerste persoon. Jij maakt kans. Maar waar is persoon nummer 2? Waar is Katman? Katman, die komt eraan. Oké, Katman, teleporteer je alsjeblieft even naar mij toe. Katman, want anders kan ik jou niet mee laten doen aan deze soort van battle. Het is niet echt een battle natuurlijk, maar meer van aan dit hele ding. Hoe kan ik... Kan deze persoon naar mij toe komen? Kan dat... Teleport. Ik kan niet teleporten. Wat is het? Is het Dragon Girl? Dit is die Dragon Girl, toch? Ik denk het wel. Ja, dit is Dragon Girl. Oké. Katman, waar ben je? Katman, oh my gosh. Oké, weet je, omdat jij als eerste bent, je krijgt alvast een kleinigheidje van mij. Gewoon omdat je eerste hier bent, krijg je alvast iets cools. Iets kleins hoor, niet iets heel speciaals, maar gewoon even iets. Je krijgt een ultra rare plunger. Alsjeblieft, dat is gewoon even een klein cadeautje alvast. Oh, dat kan niet. Ik kan je geen items geven. Oh my gosh, je moet dat... Oh, wacht, kan ik wel traden met je dan? Ja, ik kan wel met je traden. Kan dat? Ja, oké. Katman heeft nog even de tijd. Als Katman... Oh, ze wilt niet traden. Oké. Nou, in dat geval... Ja, Katman, waar ben je nou? Come on! Ik weet niet. Waarschijnlijk weet hij niet waar ik ben. Hij is offline. Oh my gosh. Oké, nou weet je wat? Dan is er nog maar één ding wat we kunnen doen. En dat is haar vragen stellen. Jij bent de enige kandidaat. Vraag nummer 1. Oké, vraag nummer 1.
Waarvan is mijn haar gemaakt? Haar gemaakt bij mijn Roblox karakter. Niet deze, maar mijn echte. Mijn haar. Oh my gosh, oké, mijn haar. Dat is, ik weet dat het een makkelijke vraag, maar dat is vraag nummer 1. Ze mag dus twee vragen, moet ze minimaal twee vragen goed. Als ze twee vragen goed heeft, krijgt ze de hoofdprijs. Als ze minder dan twee vragen goed heeft, krijgt ze een troostprijs. Oké, waarvan is mijn meloen? Correct! Vraag nummer 2. Oké, nu ga ik het moeilijk maken. Nu ga ik het heel moeilijk maken. Oké. Ja, nu ga ik het echt... Ik moet nu echt een goede vraag hebben. Wat is mijn tweede vraag? Oh my... Oh, ja, oké, wacht. Ik probeer het als een Roblox-vraag te houden. Ga ik een vraag stellen over een hobby? Ga ik een vraag stellen over een tycoon? Ga ik een vraag stellen over een simulator? Maar ik heb wel een leuk... Ja, ik heb een... Nou, dat is een beetje oneerlijk eigenlijk. Oké, weet je wat? Ik heb een leuk idee, ja. Ik heb een leuk idee. Ik ga een ei kopen. Wacht hier. Ik ben er zo. Voor vraag 2. Ik ga een ei kopen. En daar gaat een pet uitkomen. Ja, dat kan een rare zijn, dat kan een common zijn, noem het maar op. Als zij kan raden wat voor soort pet er uitkomt, dan heeft zij geluk en dan krijgt zij van mij de hoofdprijs. Want dat is echt, zeg maar, een beetje geluk hebben. Dat is dan niet iets, zeg maar, echt een vraag die je kunt beantwoorden. Maar dat maakt het misschien ook wel weer leuk. Oeh, wat is dit? Ik wist niet dat ik dat had. Oké, there we go. Ik ga snel hierin en we gaan het even halen. Dat is leuk, want dan kan ik en een ei openen. Dus misschien zit er wel iets zeldzaams in. En ik heb nog een leuk dingetje wat ik met de inhoud van het ei ga doen. Maar dat hou ik nog even geheim. Oké, dus we gaan even checken wat er überhaupt uit kan komen. Dat is denk ik wel belangrijk om te weten. Dat we dat ook wel even op een rij hebben, zeg maar. Ik geloof dat er een ultra rare, een legendary en een rare en een uncommon. Oké, dus dat gaan we zo meteen even tegen haar zeggen. Dat ze wel weet waar ze ongeveer op moet raden. Ja, jullie mogen natuurlijk in de chat raden. Hè? Wat denken jullie dat gaat zijn? Een uncommon, een rare, een legendary, een ultra rare. Wat gaat er zo meteen uit mijn ei komen? Als zij het namelijk goed raadt, dan krijgt ze van mij de Legendary Monkey. Oké, en als hij het niet goed raadt, dan kan ze nog één andere vraag beantwoorden om de Legendary Monkey te winnen. Maar als ze hem goed raadt, dan hoeft ze geen vraag meer te beantwoorden in feite, want dan heeft ze hem al gewonnen. De reden dat ik net wel 3 vragen moest stellen, is omdat er 2 mensen meededen. Maar ja, Katman, die is helaas niet komen opdagen. Als die er nou nu wel is, dan kan ik hem alsnog... Is hij er? Nee, hij is er niet. Oké, jammer. Ja, ik had hem graag iets willen geven, maar het is niet anders. Oké, kan ik nu even heel snel naar mijn huisje? Ik geloof wel dat dat kan door middel van dit deurtje hier zo. Oké, ja, ik ben echt heel benieuwd. Wat zit er in mijn ei? En dan gaan we 1. Dat is een common. 2 is een uncommon. 3 is een rare. 4 is een... Nee, 4 is een ultra rare. En 5 is een legendary. Oké, de kans dat ze dit raadt is vrij klein. Ik geef een tip. Oh, common waarschijnlijk niet. Want common, dat krijg je niet vaak. Ik zei... Wacht, het wordt niet helemaal... Common, uncommon. Wat hebben we nog meer? Rare, ultra rare of legendary. Wat zit er in het ei? Raad maar. Als je het goed hebt... Oké, ik ben benieuwd. Wat zit erin? Ja, ze gaat het raden. Oké. Rare. Ze denkt een rare. Oké, wat denken jullie? Wat zit er in mijn ei? Rare. Ultra rare. Lalalala. Misschien wel een legendary. Als er nu een legendary in zit. Oké, rare. Ik ga het 1 keer vragen. Rare. Zeker weten. Oké. Ga je voor rare? Want ik ga hem nu openen. Hè. Als dit je antwoord is, dan kun je niet meer als hij open is zeggen. Ik dacht wat anders. Is dit je antwoord? Het is een rare. Zeker weten. Ik wacht even op confirmatie. Ja? Oké. Ik ga ervan uit dat het een confirmatie is. 3. 2. 1. Ze zegt ja. Go! Oké, als er een rare in zit, krijgt zij het zeer zeldzame aapje. Het is... Woe! Het is een rare, hè? Het is een rare. Ja! Ja! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Jij hebt gewonnen! Nou, daar gaan we! Jij hebt gewonnen en ik hoop dat je er blij mee bent. Het aapje, maar, en dat is dat grapje waar ik het net over had. Je krijgt ook de pet erbij die ik net uit het ei heb gekregen. En je krijgt er nog een ei bij. Maar bovenal dus een legendary monkey waarop je kunt rijden. Dit is het aller zeldzaamste wat je kunt krijgen op dit moment. Ja, zeg maar gewoon even nu in Adopt Me Zo. Niet het hele spel, maar wat ik nu even te bieden heb. Gefeliciteerd, ik hoop... Waar is ze? Oh, ze is weg. Denk ik, soort van. Ik hoop dat je er blij mee bent. Dit was ongelooflijk episch. Ik vond het fantastisch. Het laatste wat ik nu nog even ga doen is ik sluit Adopt Me af. Ik ga de officiële Adopt Me game opstarten. Iedereen kan mij joinen. Iedereen kan mij nu joinen en ik ga nog even een paar minuten ruilen. Oké, dus als jij een pet hebt, een item hebt, een karakter hebt...
waar je simpelweg niks meer mee doet op dit moment. En je wilt hem aan mij geven, zodat ik hem in de volgende livestream kan weggeven aan mensen die hebben geliked en zijn geabonneerd. Dan kan je dat nu doen. Je hoeft dus niet iets weg te geven, maar het mag. Wauw, ik heb een unicorn weggegeven. Ja, dit is toch wel even een dingetje. Ik had niet gedacht dat ik een unicorn zou weggeven vandaag. Zeg maar, ik ben er best wel blij mee. Oh, nou, hier is ineens iemand. Oh, dit is Katman. Ik kon je niet joy... Katman, weet je wat? Nou, bij deze, dan maak jij kans. En weet je waar jij kans op maakt, Katman? Jij maakt kans... Ja, dan moet ik ook wel even iets zeldzaams hebben voor jou natuurlijk. Jij maakt kans op een rijdende turtle. Ja, oké, daar gaan we. Vraag 1. Vraag 1. Het is een simulator waarin je moet proberen groter en sterker te worden. Wat is het? Een simulator. Het is een simulator waarin je groter en sterker worden. Wat is het? Katman. Wat is het? Oh my gosh. Als hij het goed heeft, dan heeft hij de eerste vraag goed. Dan hoeft hij dus nog maar 1 vraag goed te hebben voor het winnen van de legendary rijdende schildpad. Wat is het? Het is een simulator. Een simulator waarin je groter en sterker kunt worden. Oké, weet ik niet. Weet je dat niet? Oh nee, Katman. Nou, weet je wat, Katman? Er komen te veel mensen op dit moment. Ik kan lastig nu met jou deze quiz voortzetten. Je krijgt van mij simpelweg in ieder geval wel een aantal zeldzame. Je krijgt van mij een ultra zeldzame panda. Je krijgt van mij een ultra zeldzame kikker. En je krijgt van mij... Doen we er nog even iets leuks bij. Iets zeldzaams, iets leuks. Je krijgt van mij... Nee, ik hoef geen dingen van jou. Ik wil geen dingen van jou, Katman. Ik geef jou dit gratis. Het is een cadeautje. Oké, ik hoef niks van jou. Ik wil niks van jou, ik hoef niks van jou. Dit krijg je van mij. Je krijgt 3 ultra zeldzame pets. Niet de legendary, omdat ik de quiz helaas niet met jou kon afnemen. Ik hoef niks van jou. Don't give me anything. Oké, oh, wat doe ik nou? Oh. Oké, ik heb ongeluk met iemand anders nu. Nou, jij krijgt van mij een vliegend hondje. Super zeldzaam. Jij krijgt van mij een vliegend hondje. Hierna ga ik geen items meer weggeven, maar ga ik alleen items aannemen om de volgende keer weg te kunnen geven. Ik ga Katman, ga ik even nog 1 keer proberen iets te geven. Dat is de laatste keer. Hij wil de turtle. Ik kan je de turtle helaas niet... Oké, weet je wat? Ik geef je nog 1 kans voor de turtle. Oké, weet je? Getal onder de 10. Je mag 3 keer raden. Katman. Getal onder de 10. Je mag 3 keer raden. Getal onder de 10, Katman. Je mag 3 keer raden. Oké, als hij het goed heeft, krijgt hij de turtle. Dat is de enige kans. Raad maar. Wat is het getal? Ik moet even mijn Ralph zoeken uitzetten, want anders kan ik op geen enkele manier normaal spelen. Getal onder de 10. Wat is het getal, Katman? 4. Nee, helaas. Nog een keer. Nog 2 keer raden. Het is geen 4. Nee, het is geen 4. Nog 1 laatste keer. Wat is het? Het getal is... Heb je het goed? Ik hoop echt dat je het goed hebt. Het getal is... Ga je het goed raden? Kom op, Katman. Je wilt zo graag de turtle. 6! Het is 6! Katman! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! De rijdende legendary turtle! Oh my gosh! Gratis en voor niets. Ik geef hem aan. Ik hoef er niets voor terug. 3, 2, 1, 6. Ja, net was het 5. Ik dacht, nu doen we er eentje bovenop. Nu is het 6. Hij had hem goed. Dit was amazing. Alright, je hebt hem gekregen. Ben je er blij mee? Hij is er super blij mee. Iedereen die dus kans wilt maken op een pet en die dit checkt wanneer het niet meer live is, like deze video. Abonneer hier beneden. Abonneer is heel belangrijk. En voeg mij toe op Roblox. Oké. Ik ga nu mijn ruilverzoeken aanzetten. Iedereen kan met mij ruilen. Ik geef dus nu niks meer weg, oké? Mensen die mij een item willen geven, omdat ze het item niet meer hoeven, omdat ze de pet graag aan iemand anders willen geven, die kunnen het aan mij geven. Maar ik geef op dit moment eventjes niets meer weg, oké? Dus nee, ik accepteer wel ruilverzoeken, maar ik geef zelf eventjes niets meer. Alles wat ik nu krijg, geef ik in de volgende livestream weg. Een griffin. Jij gaat mij echt geen griffin geven. Dat is een 600 Robux pet. Als ik deze krijg, dan geef ik hem de volgende livestream weg. Oh my gosh! Nou, wil jij de griffin de volgende keer winnen in de volgende livestream? Spam dat in de comments. Griffin! De volgende keer geef ik hem namelijk weg. Oh nee! Iemand wou een unicorn met mij ruilen, maar klikte weer weg. Oh my gosh, dat is zo surf. Oké, kan gebeuren. Een limonade stand. Oké, dat en een kampeerbussie en een stroller. Wauw.
Ik heb de volgende keer waarschijnlijk best wel weer wat dingen om weg te geven. Als deze persoon dit natuurlijk weggeeft. Spam allemaal Griffin in de comments. Dan maak je misschien wel kans. Ja, deze persoon. Ja, oh my gosh. 4 items. Weet je wat? Ik ga gewoon even een aantal items. Job de liefste. Oh, dat is zo aardig. Ja, ik ga jou een aantal items geven. Niet per se een pet. Ik ga jou een limonade stand geven. Dat is een ultra rare. Ik ga jou een ice grappling hook geven. Dat is een ultra rare. En ik hoef er niks voor terug. 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 Dit is... Waarom geef je me dat? Super aardig. Maar ik hoef er niks. Dit was gewoon even een cadeautje. Omdat ik het zo lief vond. Ja, ik hoef er niks voor terug. Zo. In ieder geval... De volgende keer ga ik weer... Dit is gewoon even omdat het is een lief compliment. Dus we geven even een cadeautje tussendoor. 3, 2, 1. Accept. Je hebt een limonade stand. Je hebt allemaal ultra rare items gratis gekregen. Oké, nu ga ik alleen... Dit is ook weer heel lief. Oké, weet je wat? Ik heb een leuk idee. Ik ga gewoon scrollen en in één keer klikken. En klik. Nou, dat is op zich leuk. Dat is op zich een leuk dingetje. En hetzelfde doe ik bij mijn pets. En klik. Dat is die. En nog één keer. En klik. Dat is een kat, dus ik doe een hondje. Zo, anders hebben we 2 keer hetzelfde. Het is toch aardig om even wat dingen... Oké, ik ga hier nou nog 1 ding weggeven. Ik vind het te leuk om dingen weg te geven. Ik weet het, ik zou eigenlijk nu dingen aan moeten nemen. Maar ik vind het zo leuk om dingen weg te geven. Oké, de eerste persoon die mij nu een helft zoekt stuurt, die krijgt gratis items. Ja, jij krijgt gratis items. Jij krijgt van mij... Nou, gaan we even iets speciaals geven. Dat is denk ik wel even de tijd ervoor. Jij krijgt van mij een kikker. Oh my gosh! Een vliegende en rijdende griffin. Die ga je... Ik wou het net zeggen, die ga je mij echt niet geven. Nou, ik krijg van mij een kikker. Dat is een ultra rare. Simpelweg omdat jij de 3e persoon was die mij een relfzoek stuurde. Oké, vanaf nu ga ik niemand meer items weggeven. Vanaf nu ga ik alleen maar items accepteren. Die ik de volgende keer weer weggeef. Dus als iemand mij een item wilt geven, dan mag dat. Het hoeft niet, het mag. Geef ook alleen items als je het echt wilt. Geef ze niet als je ze eigenlijk niet wilt weggeven. Alleen als je ze echt wilt, zodat ik ze kan weggeven aan mensen die zijn geabonneerd en die hebben geliked. Ik ga er best wel een beetje snel doorheen. Dus als jij niet weet wat je met mij wilt ruilen, stuur me dan ook geen ruilverzoek. Want ja, anders moet ik het namelijk wachten. En dan moet ik hem toch weer declinen. Dat is een beetje zonde. Dus als je het weet... Hey, dit is Katman! Jij hebt net iets gewonnen, Katman. Super episch. Oké, ik ga nog 2 ruilverzoeken accepteren. De laatste 2... Een hondenspeeltje is op zich wel cool. Oeh, een magische deur. Oké, en oh my gosh, een aapje. Oké, dat zijn best wel zeldzame dingen. De magische deur, die wilt ze helaas niet. Maar een pizza unicycle. That's pretty amazing, that's pretty amazing. Maar de frost dragon is wel zeldzaam. Ik merk wel, ik ben de meeste zeldzame pets inmiddels kwijt. Ik begon deze livestream met echt allemaal hele zeldzame pets. Maar ik ben... Dankjewel, super episch. Ik ben de meeste zeldzame pets kwijt. Eigenlijk zijn de enige 4 zeldzame... De allerzeldzaamste, dat zijn de griffin. Dat is de legendary frost dragon. Dat is de rat die kan vliegen en rijden. En dat is de kikker. Dat zijn eigenlijk de enige die ik nu echt nog heb. Dus 3 legendaries voor de volgende livestream waarschijnlijk. Oh my... Nee! Als ik nu een unicorn krijg om de stream af te sluiten, dan word ik echt gek. Want dat is echt bizar. Want dan kan ik dus de volgende keer weer een unicorn weggeven. Doe het alleen als je het echt wilt. Als je het niet wilt, moet je het niet doen. Ze gaat het niet doen. Ze gaat het niet doen, maar doe het ook alleen als je het echt wilt. Nee, oké, goed zo. Misschien ben ik er wel blij mee dat je het niet geeft. Want dan heb ik weer een unicorn. Wat ik natuurlijk amazing vind, want dan kan ik hem weer weggeven. Meer van, het gaat maar door. Alright. Gaat hij hem weggeven? Ik denk het niet. Ja, een rijdende. Oké, dan ga ik nu snel mijn ruilverzoeken uitdoen. Mijn ruilverzoeken staan uit. Dit was de laatste trade. Ga jij mij iets geven? Nee? Alright. Nou, dit was een mega avontuur. Ik vond het amazing. Ik vond het ongelooflijk leuk. Ik heb hopelijk weer een aantal mensen blij weten te maken. En treur niet. Oké, laat me dit heel duidelijk maken. Treur niet. Ik weet dat er een hoop mensen zijn die nu denken... Ah, ik heb geen pet. Maar ik wou een pet. En ik vind het zo jammer. En ik wil hem zo graag... Oh, er zit iemand op mijn rug met een watermeloentrui. Nou, een watermeloentrui is zo episch. Dat verdient even een item. Niet gelijk een pet, maar wel even een item. Een zeer zeldzame bananencar. Of zullen we een clownauto? Een clownautootje, alsjeblieft. Ultra rare. Super amazing. In ieder geval... Waar was ik? Ja, er zullen heel veel mensen zijn die denken van... Ik vind het zo jammer, ik heb geen pet. De volgende keer dat ik live ben, geef ik er gewoon in weg. En als jij mij nu toevoegt als vriend... Ook wanneer dit niet meer live is. Gewoon wanneer dit online zit als een video. Als je hebt geliked en jij bent geabonneerd... En jij voegt mij toe als vriend... Dan kan het zijn dat ik gewoon een keer random jou een pet geef. Dat doe ik soms. Dan kan ik jou misschien wel een pet geven als ik je tegenkom in Adopt Me. Dus ik zou zeggen, treur niet. De volgende keer dat ik live ben, geef ik misschien zelfs wel de Frost Dragon weg. Dat is nog zeldzamer dan de Unicorn. Dus de hoofdprijs, die is er nog steeds niet uit. Oké, ik wil nog even aan een aantal mensen dingetje weggeven. Want ja, dat is toch wel leuk. De eerste die op de soort van... Wat is dit? De ding staat. Dit hier, die krijgt iets van mij. De eerste die erop staat. De eerste die daarop staat. Ja, dan ben jij. Jij krijgt iets van mij. Trade. Ja, ik zei het. De eerste die erop stond, die zou iets van mij krijgen. Jij krijgt van mij een busje. Jij krijgt van mij een pizza unicycle. En jij krijgt van mij een aap pogo stick. Ik heb namelijk zoveel items dat ik het leuk vind om er even een aantal weg te geven.
Oké, de eerste persoon die op het boompje hier voor mij staat, die krijgt een gratis item of een pet. De eerste persoon die op het boompje hier voor mij staat. Op het boompje. Ja, jij bent het. Jij bent het. Give item. Nee, wacht. Trade. Ik wil trade. Ja. Nice. Ja, ik vind het gewoon leuk om mensen nog even zo aan het einde een aantal dingen weg te geven. En wat krijg jij van mij? Jij krijgt van mij een hondending. Jij krijgt van mij een super zeldzame triple ultra rare stroller. En jij krijgt van mij een ei, denk ik. Nee, we gaan even een pet geven. En jij krijgt van mij een otter. Gefeliciteerd. Dit was de livestream voor vandaag. Again, treur niet. Ik geef ook pets weg wanneer ik niet live ben. Dus ook nu aan het einde van deze livestream kan jij gewoon nog kans maken op pets, op items. Alles wat je moet doen is abonneren op dit YouTube kanaal. Ervoor zorgen dat je een like hebt gedaan op deze video slash stream. En als je meer kans wilt maken, laat dan 2 nieuwe mensen abonneren. Maar belangrijk is natuurlijk ook dat je mij even toevoegt als vriend. Anders kan ik jou de pet niet geven. De volgende keer als ik live ben, geef ik weg. Om alvast even te vertellen wat er dan gaat gebeuren. De Griffin. Het vliegende ratje, dat is sowieso echt een hoofdprijs, want die kan vliegen en rijden. Dus die is echt iets van 1000 Robux waard. En misschien de Frost Dragon. Again, de Frost Dragon. Ik wil er echt voor zorgen dat iedereen daar kans op maakt. Dus vandaar, tot de volgende keer. Dit was super epic. En ik hoop dat de mensen die hebben gewonnen blij zijn. En de mensen die niet hebben gewonnen, jullie maken de volgende keer gewoon veel kans. En zelfs nu aan het einde van deze livestream, maken jullie nog kans. Oké, dus zelfs wanneer de livestream is afgelopen of wanneer dit online staat als video en niet meer als livestream... Voeg mij toe, abonneer, like en win misschien wel een van mijn zeldzame pets. Ik heb er nog genoeg. Ik heb de zeldzaamste vandaag wel weggegeven, maar ik heb ook nog een aantal van deze. Dat zijn de vliegende, rijdende neon pets. Die ga ik de volgende keer weggeven. Of misschien wel gewoon wanneer ik een keer een video maak. Of gewoon random. Dus daarom zeg ik ook, treur niet als je niet hebt gewonnen. Je hebt gewoon nog evenveel kans. En misschien heb je nu wel meer kans. Want omdat er al een aantal mensen hebben gewonnen, zijn er dus weer nieuwe winnaars die gekozen gaan worden. Dus like, abonneer, voeg mij toe op Roblox. En in de volgende livestream ga ik weer legendaries weggeven. En misschien in een volgende video wel weer gewoon een aantal pets. Tot de volgende keer. En adios. Ah! Dat was amazing.